Ja, hier is de opener. Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Peter en Yoshi. En mijn naam is Johan. En ja, we hebben nog meer. We gaan weer EFL's weggeven. Ja, mocht u niet weten wat we bedoelen, zet even in de chat, want ik zeg het eigenlijk iedere uitzending. En ik denk dat we gewoon weer de vaste club luisteraars hebben, dus die weten al hoe het zit. Nou ja, mocht je niet weten wat ermee bedoelt, hoe je EFL's moet krijgen, laat het even weten in de chat, dan leggen we het alsnog uit. €2,90. Oeh, is die, oh ja, dat is natuurlijk om Bitcoin is omhoog gegaan. Hè? Ja. Nee, goed. Dan gaan we naar het volgende toe. We gaan meteen beginnen met goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Dan moet ik even goochelen hier. Ook. Moet ik mijn browser even erbij halen. Is de website nou helemaal uit de lucht, Johan? Ja, nog steeds, hè, want die is meegenomen in het graf. Ja, voor zo'n krat. Jurien. Dan zal ik hier maar weer eens een keer Facebook openen. Ja. We gaan eerst even beginnen met olie. Die staat op 69, ja, bijna op $70 of 5 cent. Ja. En die is, ja, die gaat nou weer omhoog. Ik heb hem nou op een maand staan. Oh nee, hij staat op 5 dagen nu. Ja, nou ja, het gaat allemaal een beetje op en neer. Oké. Okay. Hebben we natuurlijk uiteraard ook nog het goud. Die staat nou op 2675 dollartjes bij troy ounce. Voor Pieter Schiff weer losgaan op de enorme ponzi scheme van Michael Saylor en de bitcoin. Ik verwacht dat op een gegeven moment de Amerikaanse overheid goud verkoopt om bitcoin te kopen en dat Pieter Schiff dan van het dak springt ergens, want en dan zeggen ze waarschijnlijk nadat ze dat bitcoin binnen hebben, ja sorry, dat goud dat is er eigenlijk helemaal niet, maar hier krijg je dan wel een kwitantie dat je het bezit. Nee, bitcoin staat bijna op de 100.000, die staat nou op de 98.673 dollar en 95 dollar centjes. Ja. Net geen 100.000. Net geen 100.000, ja. Zullen we dat tijdens deze uitzending nog meemaken? Ja, ik denk wel dat hij er doorheen gaat. Ook als hij terugvalt, is het maar een klein beetje dan. Dipjes zijn dun. Ik ga even het geluid van mijn telefoon even. Iemand zit mij de tijd berichtjes te sturen. Of nee, dat is volgens mij de CoinMarketCap app. Elke keer als hij omhoog gaat, ja, zit hij geluid te maken. Ja. Maar het is raar dat dat met goud maar niet wil lukken. Nee. Dan zou je toch straks krijgen, al die centrale banken zijn goud aan het kopen. Dan hebben de centrale banken straks al het goud. Maar als ze geen kopers ervoor hebben om te verkopen, dan ja, ze misschien toch bitcoin moeten gaan nemen. Ja, ja. Hij is in ieder geval lekker omhoog geknald. Ik had hem, ja, ik heb hem vaak ook op trilstand staan. En dan had ik hem die telefoon zo in mijn broek zitten. En toen ging bitcoin omhoog. En dan kreeg ik even zo'n melding van CoinMarketCap en al die andere dingen waar ik op zit. En het was net alsof ik met de vibrator in mijn broek liep. Ik wilde nog steeds iets maken dat je mijn home automation system bij een all-time high met de lampen van het huis knippert. Maar okay. Het is er nog niet van gekomen. Misschien gaan we wel gewoon live door de 100.000 voor het eerst, jongens. Dat zou ook wel leuk zijn. Ik kan nog een keer herinneren dat we zitten op dit moment, breken we 99. Ja. Ik kan me nog herinneren dat dit bitcoin geloof ik door de 5.000 ging in 2017. En dat jij ze dus zat te blowen in de uitzending. Ik? Weet je nog? Ja, dat was in 2017 geloof ik. En toen ging hij door de 10.000? Nee, toen hij door de 5.000 ging. Oh, 5.000.
7000, ik weet niet meer. En toen hebben we mooi nog even Twan geholpen dat jaar. Dat weet ik wel, want niet veel later was het 10.000. Ja, ja. Maar we gaan naar de LP-borreltjes. En die doet het ook goed trouwens. Hè, Twan Manders, die is ook, die zie je tegenwoordig ook steeds vaker overal opduiken. Oh joh, ja, ja, ik zie wel vakantiefoto's voorbij komen. Maar, De business loopt ook lekker, geloof ik. Oké. Nee, hij zit nou af en toe met die Willem Engel te kletsen, kletsmajoren. Oké, ze zijn toch met elkaar in contact gekomen. Ja, kennelijk wel. Hij zit erop over te stoeven, die Willem Engel. Maar dan moet je hem wel iedere maand betalen. En dan krijg je toegang tot zijn gesprekken met Twan Manders. Oh, okay. Mocht er iemand naar leuke gesprekken met Twan Manders willen kijken, ik heb ongeveer 21 afleveringen met Twan opgenomen. Oké. Okay. En voor 1 gulden kunnen ze bij jou kopen? Hè? Nee, die kun je gewoon gratis bekijken. Die staan gewoon. Ja, nee. Als jij een ander businessmodel als die Willem Engel aanhoudt, dan. Kun je alles gewoon gratis weggeven. Want anders moet je de hele tijd zeggen van doneer nou erbij extra. Ik heb ze weer, ik zal nog even zeggen Johan. Ik heb iedereen weer een mailtje gestuurd. Van jullie gaan over een maand allemaal weer aan de bedelstaf. Van doneer maar geld voor het nieuwe jaar. Maar je kan nog steeds vriend worden van de e-gulden. Dus in totaal al een miljoen wordt er weggegeven. Dus dan kun je volgens mij heel wat studiolampjes verkopen. Dus nou ja. Ja. Wie weet dat we binnenkort op Blackbox, dat ze bij Blackbox allemaal e-gulden donaties willen hebben. Ja. Hè, zoiets. Ja, maar we gaan even naar de LP-borrels toe. 27 november is het zover. Dan is er een borreltje in Overijssel. Dat is van 5 tot 10 in Hollywood. We hebben ook nog een LP-borreltje in Noord-Holland. Op 28 november van 5 tot 10. En dat zal denk ik in Amsterdam zijn. En hebben we nog een borreltje in Noord-Brabant, in Eindhoven om precies te zijn. En dat is op 29 november van 7 tot half 11. Er wordt ook een geborreld in Friesland. Daar hebben ze maar liefst een meet-up. En dat is op 6 december van 7 tot 10. Er wordt ook nog geborreld in Amersfoort op 6 december. En Stadscafé Amersfoort. En dat is van half 8 tot half 11. Dan is er een borrel in Zuid-Holland, in Rotterdam om precies te zijn, op 7 december van 8 tot half 11. En dan zie ik hier de eindjaarsborrel van de LP, de Libertaire Partij. En dat is op 14 december van 4 tot 9. En ik dacht dat dat gewoon in Utrecht zou zijn. Maar op de website stemlp.nl kun je het allemaal lezen bij de evenementen. Er is ook nog een borreltje in Noord-Holland, maar dat is pas weer op 26 december. Zullen we verder overgaan als het december is. Ja. Goed. Dan gaan we naar de nieuwsberichten. Maar eerst hebben we nog een... we hadden een reactie gehad van iemand. Oh, nee toch? Ja, we zijn niet langer meer shadowband. We kregen in één keer meer abonnees, maar ook berichten. Ik denk, ja, we gaan er gewoon even eentje uitpikken. En ik had er ook gelijk maar een liedje van gemaakt met de AI. Doe maar. Ja, dus ik dacht, daar gaan we gewoon even naar luisteren. En dan laat ik gewoon de tekst zo in beeld zien. Dan kunnen jullie dat, dan kunnen de mensen dat gewoon... ik denk niet dat dat te lezen is, hè. Misschien wil iemand zometeen met een mooie voorleesstem dat even voorlezen. Dan denk ik, gaan we het live in de uitzending beantwoorden. Oh. Ja, maar waar heb je het neergezet dan? Gewoon in de Facebook, de nieuwsdump. Oh. Ja. Maar ik ga eerst even naar het nummertje luisteren. Ik heb het, ik heb die tekst van die persoon die zeg maar, het is, oh, hoe heet hij nou ook weer? Moet ik even kijken weer. Hij heet, hier staat het. Ja, Danny Willemsen. 1983. Ja. Oh, hier staat er iets. Ja, anders lees jij het even voor. Moet ik het even voorlezen?
Je zet me even voor. In welke vrijheid denk je echt te kunnen spreken op een platform met regels en wetten die je in een moraal plaatsen die je moet tolereren en naleven? Je wordt zelfs op dit platform gereguleerd. Is spreken in vrijheid dan niet een illusie onderdrukt door de geprojecteerde ideologie van een ander? Kan men stellen dat vrijheid van spreken een illusie is, omdat het altijd in de context van regels en waarden van anderen moet plaatsvinden? Vraagteken. Ja, ja, ja. Ik had de AI. Ja, wij hebben er op zich weinig last van. Ik weet die. ik hoorde laatst die dokter, dokter John Campbell. En die had een onderzoek aangehaald. over de experimentele gentherapie. Oh. En ja, die kreeg toch een strijk op zijn en de aflevering werd verwijderd op YouTube. Dus ja, dat bestaat nog steeds. Maar wij hebben daar eigenlijk geen last van. We zijn er denk ik te klein voor. Nou ja, we werden geshadow. Nou ja, ik ben wel een egocentrische psychopaat die nu gaat zeggen dat ik al 6 jaar geshadowband word. Ik zag zwaar, ineens dat zwaar voor de COVID. De kijkcijfers gingen in één keer omhoog. Normaal zitten we gewoon op de vaste, op YouTube dan, hè, op de vaste 30 luisteraars die waarschijnlijk allemaal van vrijspreken komen. En wacht, jij ook niet geshadow bent, want ik word gewoon persona non grata. Ja, ja, ja. Maar in ieder geval, in één keer zag ik hem naar 175 gaan. Ik denk, nou. 175, dat is inderdaad wel. Ja, van, vroeger zaten we daar ook op, hè, altijd een paar honderd kijkers en nu in één keer. In één keer ging het omlaag naar de, nou ja, ik denk de mensen die allemaal via vrijspreken kijken. Nee, ik denk dat het toen die periode met Jan Mark, toen is iedereen weggelopen. Nee. Geintje Jan Mark, als je luistert, dat was een geintje. Heeft hij nou al gereageerd met zijn cd's? Ik wil cd's weggeven van die vent. Ja. Nee, dan moet je, ja, dan moet je even gewoon hem. Jan Mark, als je luistert, neem contact met me op. Ja. Ik wil cd's weggeven. Ja. Nee, ik had in ieder geval een liedje. En daar willen we nog even naar luisteren. Dan, dat is de tekst, zeg maar. Van die persoon in de comments had gegooid. Daar heb ik gevraagd of aan de AI of die een nummer kan maken in de stijl van John Eubank voor Marco Borsato. En ja, dit is het resultaat. Wij zijn de grenzen, een stem gevangen in wetten en mensen. Ze schilderen moraal, een kader zo strak, waar jouw waarheid buig, breekt of zak. Is vrijheid dan niet een droom, een schaduw die glanst in andermans loon? Spreken we hem, dan dansen we mee, in de lijnen die een ander schreef. Een illusie, een vlam in de nacht, onder regels door anderen bedacht. Je roep wordt gewogen, je stem gecensureerd. Een waarheid die altijd door anderen kunt. Kan vrijheid bestaan? Deze constructie, of leven we slechts in een dunne fictie? Als grenzen bepalen hoe hoog je vliegt, is vrijheid dan iets dat werkelijk ligt? Spreken we vrij, of dansen we mee? De lijnen die een ander schreef. Een illusie, een vlam in de nacht, onder regels door anderen bedacht. En gecensureerd, een waarheid die altijd door anderen kleurt. Kan vrijheid bestaan in deze constructie? Of leven we slechts in een dunne fictie? Als grenzen bepalen hoe hoog je vliegt, is vrijheid dan iets dat werkelijk ligt? Spreken we vrij, of dansen we mee? In de lijnen die een ander schreef. Een illusie, een vlam in de nacht, onder regels door anderen bedacht. Misschien is vrijheid niet wat het lijkt. Een fluistering die door de stilte strijdt. Maar in jouw hart, waar niemand er geeft, ligt een stem die de grenzen passeert.
Nou, ik hoop dat jullie het allemaal mooi vonden. Dus, ja. En we hebben niet veel tijd, we moeten doorheen. Maar ja, Johan moet morgen vroeg op. Ja, maar in ieder geval, ik weet nog of je nog een reactie wilde geven op het, wat hij zei. Ja, in ieder geval, ja, dat had hij eigenlijk al gedaan, hè? Nou ja, we zitten op alle heleboel platformen, Facebook en. Dus het is wel heel erg jammer dat alle opnames van het verleden verdwenen zijn. Maar misschien dat die bij Archive, zei jij, nog wel terecht. Ja, gewoon alles, de hele archief staat gewoon op Archive, bezorgd. Ja, maar ja, die is ook laatst gededost, hè? Ja, maar alles staat er nog steeds op. Ja. Nou ja, goed. Dus we blijven ongesubsidieerd spreken wat we willen. En ook al willen ze ons nergens meer, dan doen we gewoon weer net als het in het begin. Nemen we het op Skype. Dan maken we er een mp3'tje van. Ja. Huh? Ja. Heb ik een Rumble? Een Rumble. Hey, Streamen we ook op. Ja. Maar de vraag is ook van hoe gaan wij als libertariërs om met het feit dat er overal allerlei regels en wetten zijn. Nou ja, ik doe bijvoorbeeld mijn filmpjes niet meer op YouTube zetten. Oké. Als ik een filmpje op YouTube zet, dan is dat een apart filmpje wat ik alleen voor YouTube maak. En dan zeg ik, nou beste censuurplatform YouTube, ik mag hier toch niks plaatsen. Dus mijn video's zijn op Rumble te zien. Ik vind die John Campbell, die deed dat wel leuk. Die zei dan... Nee, dat is een andere dokter, Samuel nog wat, die zei dan, dit is de gecensureerde versie, voor de ongecensureerde versie, dan had hij een heel kort verhaaltje, voor de ongecensureerde versie kunt u op deze kanalen kijken. Ja, nou precies. En dan gaat op een gegeven moment vanzelf, wordt YouTube dan niet meer relevant, als je dat maar vol blijft houden. Maar ja. Die idee met Facebook ook een beetje gebeurd is. Ja. Maar weinig mensen naar Facebook toe. Dat komt meer door Elon Musk. Die echt, want Facebook is wat dat betreft meer een competitor met X, heb ik het idee, dan YouTube. Want op X heb je niet zoveel. Ik mag bijvoorbeeld, als je niet betaalt aan X, mag je maar maximaal 2 minuten video's uploaden. Mm. Dus dan moet je of €100 per jaar betalen, dan mag je wel dingen, maar... Wat dat betreft is X niet echt een competitor met YouTube, heb ik het idee. Nog niet in ieder geval. Nee. Het wordt wel €200 nou, hè, volgend jaar. Dit jaar was, ja. Het was €100 voor, of €8 per maand en dan gaan ze verdubbelen. Hmm. Ja, en die advertising ban is opgegeven. Nou, de verkiezingen, die hele club, bedrijven die dan niet wilden... adverteerde op X, omdat het zo'n stelletje randdebielen waren met Elon Musk. Die hebben nou iets van, ja, het is toch meer dan 50% van de bevolking. Ik dacht dat er ook een rechtszaak door hem was gevoerd daarover, die hij gewonnen had. Mm. Ik weet niet of dat dan echt over X ging, maar hij voert sowieso ontzettend veel rechtszaken. Ja, je kan mensen niet dwingen te adverteren, lijkt mij. Ja, maar dat wel, want dan moest je dan aanbesteden. En dan hadden ze de aanbestedingswetgeving, hadden ze niet eerlijk aanbesteed, weet je wel. Dan moeten ze gewoon de beste deal. En als zij dan zeggen, nou wij, maar ja, ik weet ook niet precies natuurlijk. Ja, maar. Dat is wel een beetje onzin. Normaal zou je zeggen, gaat een bedrijf altijd voor de beste deal. Maar volgens mij hebben ze echt het idee, ik weet niet of je dat van Jaguar gezien had. Jaguar die heeft ook een nieuwe directeur marketing. Dat is gewoon een enorme woke figuur. En dan denk je wel, wat bezielt die bedrijven? Dan zitten ze zichzelf echt naar de onderrang te schoppen. Want je moet, als je nou nog niet door hebt dat mensen daar de buik vol van hebben, dan ben je wel heel laat. Maar ja, die lijkt... Ja, het is toch ook weer goede... Ja, het is geen goede reclame, maar er wordt wel flink over je gesproken. Die Jaguar, iedereen heeft dat logo gezien. Nou, ja, gaan ze nou een Jaguar kopen? Ja. Worden die nog verkocht überhaupt? Want daar gaat het toch al jaren niet meer goed mee. Ik had het altijd wel... Moeilijk, maar het zijn van die luxe merken die... Ik vond die Jaguar altijd heel gaaf. Ik dacht altijd, oh, als ik later groot ben, dan koop ik een Jaguar. Ik vond ze ook vrij mooi. Dat F-type vond ik mooie ding altijd, ja. Maar, inmiddels heb ik al 6 jaar geen auto meer. Nou, nee, 4 jaar. Alles op de fiets. Ja, het punt is ook een beetje met zo'n...
ik weet niet wat de kwaliteit is, maar je hebt bij zo'n Engelse autofabrikant. Ja, ik geloof niet dat het Engels is meer. Dus denk ook van Volkswagen of zo nou. Of, ik weet niet van wie het is. Maar, Jaguar? Of is het nog onafhankelijk? Hè? Nee, het was wel. Maar dat weet ik eigenlijk niet. Nee, dat weet ik niet. Alles is toch een Volkswagen. Dat hebben toch ook Rolls Royce en zo. En, Ja, die zijn ook dik aan het bezuinigen natuurlijk. Ik ga het wel even opzoeken. Maar, ik heb hier nog een berichtje. Tata Motors. Tata. Ja, was maar weer gelukkig af. Jaguar Land Rover. Oh, dat was al een combinatie, Jaguar Land Rover. Ja, die Land Rovers zijn helemaal gigaduur. Ja. En die verzuipen ook nog eens als een gek met de diesel. Daar moet je echt alleen in rijden als je wil laten zien van het lekt echt, het stroomt door mij recht overheen. Je mag waarschijnlijk Amsterdam niet meer mee. Kom om in het geld, dan krijg je een Land Rover. Voor Amsterdam heb je dan de mensen met dieselbusje mochten de stad niet meer in, dus dan kon je niks meer gerepareerd krijgen. De gemeenteraad had daar een oplossing voor bedacht. 500.000 subsidie voor elektrische busjes. En dan konden ze aan de rand van de stad konden ze al hun gereedschap overladen in een elektrisch busje. En dan de stad in rijden in een elektrisch busje. En voor die $500.000 kan je 10 van die busjes kopen. Supergoed voor het milieu is dat, joh. Ja. Ja, er is nou weer een dametje opgedoken. En die... Gaat dus de strijd aan met de elektrische voertuigen. Ik weet niet precies waar dat ik dat nou gezien had. Maar die gaat dan laten zien dat het helemaal niet zo groen is allemaal. Dus misschien dat ze die gemeen... En ik heb ook begrepen volgens mij was dat van de FVD. Hoe heet hij nou? Pepijn van Houwelingen. Die heeft doorgevraagd. Want er werd nu gezegd vanuit het Rijk... Dat er dus niet gewenst is dat gemeentes allemaal dat soort dingetjes gaan invoeren. En ja, ik weet het niet meer precies. Ik moet het er even bij zoeken. Ja. Sorry. Maar we hebben al de hele tijd een berichtje. Die we willen gaan behandelen. Het gaat over Argentinië. Want hoe gaat het daar eigenlijk, Peter? Ja, er was wel een positief berichtje over. Blijft natuurlijk vervelend dat een man met Netanyahu in de straat danst. En van de NAVO lid wil worden. Maar... Zelensky ook. Ja, maar dat hij nou een... Ze hebben Argentinië nou een handelsoverschot van 16 miljard. Dus ja, dat is toch alweer leuk. En je ziet ook inderdaad het moment waarop hij aantrad. Zie je het van negatief naar positief gaan. En, ja, het was volgens mij, hij had nu een overschot van 500 miljoen. En vorig jaar was het nog een tekort van hetzelfde bedrag, maar dan negatief volgens mij. Of zo, ja, de helft. Ja, dat is een overschot van de overheid dan, maar dit is gewoon de handelsbalans. Dus wordt dus meer gehandeld. Ja. Nee, maar er wordt dat meer... Ze hadden enorme importtarieven, dus je kon als consument ook geen goedkope dingen, want alles werd tarief. Dan moet je wel zeggen dat zijn maatje Bush die begint dus net, of Trump die begint net importtarieven, wil die gaan invoeren. Ja. En hij heeft ze net afgeschaft. Ja, op zich is dit wel weer positief. Ik denk, is niet allemaal positief, maar economisch gezien. En hij zei ook laatste keer tegen UK van als je jullie toekomst wil weten, dan moet je naar Argentinië kijken, wat wij hebben meegemaakt. Hè. En het gekke was dat eigenlijk in Argentinië waren ook de elites die waren het er zat van. Want ja, het kan wel dat jij relatief veel vangt uit het staatsapparaat. Maar ja, als het allemaal door je handen weglekt en in waarde vermindert. En als je wat wil kopen van AliExpress, dan zit er een enorme tarief op. Dan trek jij het op een gegeven moment, dan heb je er ook geen voordeel meer aan. Maar ook dat als je dus je compound, beveiligde compound afloopt en iedereen ligt daar honger te lijden. Daar word je ook niet vrolijk van hoor. Ook al heb je dan een volle buik.
Ik denk dat die mensen daar misschien weinig om geven, maar nou ja, de criminaliteit is natuurlijk ook, wordt maar bijvoorbeeld, ook gevaarlijk. Ja. Dan moet je maar eens een keer met je iPad zo in de straat gaan rondlopen daar, weet je wel, dan ben je hem ook snel kwijt. Heel Zuid-Amerika was een beetje zo'n compound verhaal van de rijke elite die wonen in ommuurde steden met hekken en de chauffeurs met getint glas. En de armen die hebben niks. En ze praten de hele tijd over socialisme en gelijkheid en herverdelen. Ja. Nou ja, hij is wat dat betreft leuk bezig. Ik weet niet of hebben jullie ook de, hoe heet hij ook alweer, Lex Friedman podcast al gezien? Ja, ik was er aan begonnen, maar nog niet afgekeken. Ja, nou, ik had hem wel een knip van Bernie Sanders gehoord. En dat was me erg teleurstellend, Lex Friedman. Oh ja, die heb je ook nog geïnterviewd. Er is nogal kritiek op dat je drie huizen hebt. Ik vind het zelf helemaal geen probleem of zo, maar we begonnen een heleboel slagen om de arm te nemen. Het was een enorme softball kwestie, terwijl ik gewoon bij Bernie Sanders zou zeggen, hoor eens, ik heb geen enkel probleem als mensen drie huizen hebben, maar de manier waarop als jij de hele tijd hebt over verdelen. En er zijn een heleboel mensen die geen huis hebben. Wat doe je dan met drie huizen? Dat wat mooi was ook. Een van die huizen was een zomerhuis aan Lake Champagne. Dus het is echt een champagne socialist. Die een huis heeft aan Lake Champagne. Nou, die Lex Friedman die sprak nu ook uit. Aan het begin van dit Milei interview. Zei hij, ja, hierna wil ik Poetin en Xi Jinping. En ik wil ze allemaal. Ik wil Modi van India. Laat ze allemaal maar over de vloer komen. Maar hij heeft ze altijd in de studio. Dus het wordt moeilijk met Poetin, denk ik. Ja, nou, misschien dat hij daar dan wel voor op bezoek gaat. Maar ik denk wel dat hij daarom een beetje een softball question aan die Milei stelt. Want hij denkt, ja, ik moet die ander ook nog over de vloer krijgen. Maar dan krijg je dat een beetje zelfcensuur. Volgens mij Joe Rogan doet dat niet zozeer. Die is wel vriendelijk tegen iedereen. Ja, maar die is er ook niet op uit om een heel moeilijke vraag te stellen. Want die zegt, ik wil gewoon een gesprek voeren, kijken wie je bent. Ja. Weet je wel? En hij, die Lex Friedman, die wil toch een beetje de meer diepgang. Ja. Heb ik dan het idee. Die gaat zich dan helemaal inlezen in zo'n gast. Ja. Dus... Maar wel leuk, ik heb hem wel aangezet vanochtend, maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben erbij in slaap gevallen, dus ik heb het helemaal meegekregen in slaap terwijl ik sliep. Ik denk dat dit enorm kan uitmaken, dit soort, want je zag dat bij Trump ook, als je gewoon een gesprek hebt van 3 uur met Trump, en mensen die gaan daar naar kijken, die kunnen er dan toch niet mee wegkomen van ja, dat hele verhaal van een nazi en een fascist, en dit is het einde van de democratie, dat slaat helemaal nergens op. Ja. Daar kan je gewoon niet aan onttrekken als je 3 uur ziet. Maar wat ze natuurlijk de mainstream media doen, is allemaal van die soundbites helemaal uit hun verband lichten. Oh, hij heeft gezegd dat Liz Cheney voor een vuurpeloton wil zetten. Als je de hele dag dat soort dingen ziet, denk je van, nou, die vent is knettergek. We gaan echt helemaal dat putje door als het niet gekozen wordt. En als je dan niet gaat nazoeken van, ja, wat heeft hij nou echt gezegd? Nazis are fine people. De hele hoaxe shit. Dus... ik denk dat zo'n gesprek van 3 uur, dat toch een stuk moeilijker maakt om nucleaire bom te gaan gooien. Ja, je hoort het de podcastmakers zelf ook vaak zeggen van ja, het is een format wat toch wel, als jij een bepaald bullshit verhaal hebt en je zit er niet lekker in, na een uur of twee breekt jouw schild of weet je wel, dan heb je toch op een gegeven moment komt de echte aap wel een keer uit de mouw. En dat heb je niet in 1 uur. Maar dat moet dan echt lang duren, zeggen ze allemaal. Ja, ik denk dat dat is Kamala. Want na 3 uur, je kan niet 3 uur lang zeggen van I was born in a middle class family. Of I grew up in a Puerto Rican en een black en een Joodse neighborhood. En ik ben een van jullie allemaal. Daar kom je gewoon niet weg met dit soort verhalen. En dan val je eigenlijk door de band als je... Dus ik denk bepaalde personen die kunnen dat. Poetin zou dat goed kunnen doen. Die kan gewoon, denk ik, ook heel goed een gesprek voeren. Zonder dat hij rare dingen gaat uitslaan. Ja, het gaat er meer om van zit je echt in je verhaal? Ben je echt wat je zegt? Ja. Of is het een gespeelde rol? Ja. En ja, dat zeggen ze allemaal. Dat je er na zoveel uren wel doorheen valt. Als het een rol zou zijn. Bij Kamala Harris kijkt, die heeft natuurlijk...
Dan heeft ze gezegd dat ze een joint gerookt had en ten tijde van Tupac. En dat klopt allemaal niet, want die bestond nog niet. En dat ze heeft een heleboel mensen voor drugsgebruik in de gevangenis gegooid. En die heeft ze laten zitten voor dwangarbeid, terwijl hun straf al voorbij was. En daar heeft ze een gerechtelijk bevel voor genegeerd om die vrij te laten. En ja, en waar ze toen heel erg was van keihard optreden, is ze nou opeens heel erg van ja, illegale immigratie, dat is geen probleem. Dus er zit totaal geen consistentie in. En dat valt er altijd door de mand, denk ik. En ja. Trump is ook niet geweldig. Als je hem het vuur aan de schenen legt, dan zal die ook door de mand vallen wel. Maar ja, dat is Joe Rogan ook niet, denk ik, dat hij dat helemaal... En dat hij misschien niet eens kan. Als je dat met Dave Smith doet, dan gaat hij wel harder onderuit, denk ik. Ja. Ah, ik denk als je met Trump heel specifiek gaat worden, dat hij het ook allemaal niet weet. Maar hij moet van alles een beetje weten. Hè? Hij kan wel meelullen. Dus dan, ja. Ja, maar je gaat zeggen van, want hij zei dan ook van die Bolton, dat vroeg die Joe Rogan al wel. Van, ja, hey, die Bolton, waarom heb je die nou aangenomen? Dat was dan, dan gaf hij uiteindelijk toe dat een vergissing was en dat hij een beetje onder tuin was geleid. Maar daarna begint hij het weer gewoon te prijzen, want hij kan niks... geen fouten toegeven. En dan zegt hij weer, ja, maar het was wel zo, toen ik bij Kim Jong-un aankwam, dat hij toen dacht hij van, wat is dat voor gekke knijter, laat ik maar mijn gedijst houden, want die Bolton is knettergek. Maar ja. Dat Bolton knettergek is geen voordeel geweest voor hem, want daarom is die hele deal ook eigenlijk weer door het ijs gezakt. Ik denk ja, het verleden is de beste aanwijzing voor de toekomst. En ik denk dat hij nou ook weer... Hij heeft natuurlijk wel wat betere mensen om zich heen nou. Met RFK en Elon Musk en Tulsi Gabbard en zo. Nou, en sowieso, hij heeft nu 4 jaar lang aan de zijlijn echt gestaan... zich voor te bereiden op dit gebeuren. Terwijl de vorige keer dat hij gewonnen heeft in 2016... volgens mij had hij maar een jaar van tevoren gezegd van... nou, ik ga het doen... En had hij niet echt een plan zoals dat hij dat nu wel zou kunnen hebben. Ik zeg niet dat hij het heeft, maar... Hij heeft toen iedereen gewoon aangenomen die hem werd aangeraden. En dat is heel fout gegaan eigenlijk. Maar ja, de beste voorspelling voor iemand zijn toekomst is zijn verleden. En het is heel moeilijk om je gedrag te veranderen. Zeker als je al bijna 80 bent. Om dan nog je mindset te veranderen. En door te hebben... hij zal nou wel doorhebben dat die lui echt serieus... oorlog wilde met hem. Maar... En ik geloof ook wel dat hij nou... de hele zaak aan het flushen is. Want er komen een heleboel van die bullshit verhalen... naar buiten. Van, ja, Trump heeft gebeld met Poetin. En dan komt... even later naar buiten. Nee, Poetin zegt... nee, hij heeft helemaal niet gebeld met mij. En Trump ook, nee, ik heb helemaal niet gebeld. En het mooie is natuurlijk dat hij heeft waarschijnlijk... aan bepaalde mensen heeft hij dat verhaal gelekt. Of heeft, waar die niet helemaal vertrouwt. En dan kijkt hij gewoon, als dat naar buiten komt... nou, dan ben jij dus een lekker. En zo flusht hij volgens mij met allerlei bullshit verhalen. Flusht hij alle foute figuren eruit. En dat is wel slim. Misschien is dat iets wat hij altijd al goed kon doen. Of, ja. En je verspreidt gewoon een hoop valse geruchten. En aan iedereen een ander gerucht. En dan kijk je wat er naar buiten toe komt. Dan zeg je allemaal, nee, dat moet je niet doorvertellen hoor. Het is nog elementair. Boom, up. Gelijk staat het in de Washington Post. Oké. Okay. Jij bent niet te vertrouwen. Ja, maar ik heb hier een berichtje met een kijk hoor, van de Forum voor Democratie. Gezien de verkiezingsprogramma's van de coalitiepartijen is dit op zijn zachtst gezegd een verrassende politieke toewijding. Ja, ja, want wat ze hier aanhalen is dat is het minister Reinette Klever van de PVV. Ik vind het net op Sigrid Kaag lijken. Ja. Ja. En die zegt, het kabinet heeft zich gecommitteerd aan diverse internationale afspraken. Het Pact for the Future, de SDG's, dat zijn de Strategic Development Goals. En de klimaatdoelen, zo geeft minister van PVV aan. Dus ja, wat we hebben nou eigenlijk, wat is er nou voor rechtskabinet met... ja, ze hebben verkiezingsprogramma's, maar ze zijn allemaal toegewijd aan allerlei foute web-shit dingen. Het zijn de Social Development Goals. Social Development Goals? Oké. Okay. Mm-hmm.
Ja. Ja, maar zo is het wel, hè. Want, en de vraag is dus, kun je er eigenlijk nog wel onderuit? Of moet je er helemaal uit om er onderuit te kunnen? Want er zijn, dat is altijd het verhaal van, ja, nee, we hebben het getekend, dus we kunnen er niks meer aan doen. Ja, en er is ook gezegd van, Europese wet staat boven Nederlandse wet. Dus ja, ja, als je het intrekt, dan dat kan niet, want de Europese wet zegt dit en... dus dan moet je dat eerst zien weg te stemmen, dat de Europese wet... Anders krijg je zo'n Hongarije effect, dan krijg je al die subsidies van de EU niet meer. Je tegoeden zijn bevroren. Ja, zover gaat het nog niet, maar die krijg je dan gewoon niet uitbetaald. Nou, dat was een bericht. Gaan we het zo meteen over hebben. Oké. Okay. Ja, die staat in de planning. Maar ja, je kan ook net als in Engeland, dan moet je met camouflagepakje aan en met het geweertje in de Oekraïne. Dat, ja, welke is dat? Dat is ook een defensie. Ja, British public will be called up to fight in if UK goes to war because military is too small. Army chief warns. Ik heb het weer op verkeerd staan, wacht. Recente. Ik zie hem ook niet staan, maar... Nee, hij moet op recent. Je moet hem op recent zetten. Ja. Ja, ik zie hem hier nu wel. Ik zie hem hier nu wel. Oké. British public will be called up to fight if UK goes to war because military is too small. Army chief warns. Ik heb hem hier ook voor me. Van de... LBC, Leading Britain's Conversation. Nog nooit van gehoord, maar dat maakt verder niet uit. Ik heb er ook net van gehoord. Ja, het is gewoon Engeland. Dat betekent gewoon dat je naar, je moet naar het front. En, het lijkt me in bijna... voor een ander land. Dit lijkt me in bijna elk land de realiteit, in elk westers land. Ja, Engeland, ik denk dat het zelf... gaat helemaal het putje door. Ik las ook dat ze nou een child rapist hadden ze weer vrijgelaten omdat de gevangenissen overcrowded waren. Maar ondertussen zit die Robinson en 100 journalisten hebben bezoek gehad van de politie omdat ze een tweet hadden gedaan van een jaar geleden waar we wat vragen over wilden stellen. Ik zag iemand die zong christelijke liedjes op straat en die werd ook door de politie, dat was verboden. Je mocht het alleen in de kerk zingen, je mocht geen christelijke liedjes op straat. Ze zijn echt helemaal de kluts kwijt. En het is zo, als je de approval ratings van Starmer ziet, die zijn ook helemaal zo de Stalin Starmer, dat hij de boeren ook wil aanvallen. Die zijn ook helemaal door het putje heen. Hè? Dus, en Elon Musk die tweette daar ook over, ja, de komende verkiezingen gaan alle traditionele partijen helemaal de grond in de UK. Want Starmer had ook gezegd, ja, Elon Musk moet dus komen opdraven om zich te rechtvaardigen voor de haat op zijn platform. En Elon Musk zegt, ja, Starmer moet zich hier komen verantwoorden voor censuur die hij pleegde. Ja, hij had ook laten weten, Elon Musk, dat hij dus niet naar het Verenigd Koninkrijk wil reizen op het moment, omdat hij bang is dat hij gearresteerd wordt. Ja. Ja, eigenlijk, ja, ik denk dat hij dat wel kan doen. Dat durven ze denk ik toch nog niet. Hij is nog iets een stapje hoger dan die Telegram-gozer. Ja. En ja, Roger Ver. Het is inderdaad, die pakt dus ook gewoon op, ja. Roger Ver is ook nog steeds vast, hè? Ja. Daar is deze week ook hij is niet vast, maar hij... zijn paspoort zit vast. Zo, hè? Zijn paspoort zit vast. Ja. Er is deze week een grote campagne gestart om daar wat extra aandacht aan te schenken. Want er wordt heel veel nu over Ross Ulbricht gesproken. Dat die door Trump op de eerste dag gepardoned gaat worden. Dat heeft hij namelijk beloofd op de Bitcoin Conference. Dus daar zullen we meteen achterkomen op de eerste dag of dat het een beetje... Je zou zeggen, dat is toch makkelijk voor hem. Daar loopt hij geen enkel risico mee. Ja, voornamelijk omdat dus het een shared account is, hè? En dat het helemaal niet vaststaat dat die gozer die nu vastzit, maar ja, dat is wel een beetje toegegeven, maar het echte bewijs ontbreekt er eigenlijk van. Maar goed, er is namelijk een tweede verhaal over, maar dat ga ik nou niet helemaal uit de doeken doen, maar dat kun je wel terugvinden op het internet. Silk Road Alternative of zo, documentary. Maar ja, ik denk dat dit wat we hier in dit bericht lezen,
is in Nederland net zo goed het geval, of in Duitsland, of in Frankrijk zelfs ook nog wel, België. Stel dat wij echt gaan vechten in de Oekraïne tegen Rusland. Wat voor leger kan Nederland dan leveren? Helemaal niks. Nee, dan worden mensen ook gewoon opgeroepen. En al die reservisten van, ja, er is geen dienstplicht, maar toch wel eigenlijk. He, want we voeren hem alleen al jaren niet uit, maar hij is er gewoon nog steeds. Wow. En, ja, en dan gaat u naar de loopgraven. Wat mensen ze daar naartoe gaan sturen, want dat zijn natuurlijk ook ja, wat de jeugd van tegenwoordig, die moeten gaan vechten tegen, die, tegen dat soort lui. Dat, ja, dat zie ik echt niet meer gebeuren. Dat zijn geen misschien als je ze drones geeft. Wat dat betreft is de EU natuurlijk een lachertje ook. Ik snap niet dat die Ursula von der Leyen nou zo'n grote bek blijft opzetten. Ja, maar die weet dat niet, want die zit in de eigen bubbel. Dat is het hele punt. Dat is een heel dat alternatief, of sorry, dat narratief waar die politiek in hangt, dat is heel sterk. Dat wordt door alle media bevestigd. En als jij alleen maar mensen een hand mag geven die een mondkapje op hebben, ja, dan kom je de rest toch niet meer tegen. Dus, weet je wel. Ja. Die maar toch, na de verkiezing bij Trump moet ze het er ook wel door hebben. Want in Duitsland willen ze die AfD verbieden. Dus ja, om de democratie te redden gaan we de sterkst groeiende politieke partij de nek omdraaien. Ja, in de UK zijn ze bezig met een soort terreurcampagne. Ze weten wel dat hun dagen geteld zijn, volgens mij. De economie is aan het onderuitvallen als een gek. Ja. En ik zeg gewoon, ik kijk er op deze manier naar, het is het ineenstorten van de dollar. Dat is wat we meemaken. En dat heeft allerlei gevolgen. Maar... Ja, officieel zullen ze zeggen van, maar de dollar is heel sterk. Maar dat is natuurlijk vergeleken bij andere munten. Ja, en hij is ook wel heel sterk, omdat dus al die mensen die willen geloven in dat verhaaltje van die politici, van die kranten, van die maken dat verhaal sterk. En dat zijn ja, meer dan 80% van de mensen. Die doen allemaal, tenminste niet wereldwijd, maar wel degene die leningen krijgen van de bank. Snap je? En die maken de economie en daarmee een realiteit. En nou ja, dat... Praatje gaat al heel lang rond. De betaalbaarheid voor huizen is natuurlijk dramatisch. Want de prijzen zijn keihard gestegen en de rente is ook omhoog gegaan. Dus dat betekent dat jonge mensen die kunnen gewoon geen huis meer kopen, geen gezin stichten. En je ziet de geboortecijfers ook helemaal overal in het Westen omlaag pleuren. Dus waar zij die oorlog weer mee voeren, dat is me ook niet duidelijk. Ja, nou, ik heb gewoon een leuk huis kunnen kopen. Ja, maar Defensie gaat ook nog eens privé. Beveiligers inhuren om de Noordzee te beveiligen, want kennelijk hebben ze niet genoeg soldaten. Ja. Ja, we gaan naar richting Enkepistan toe, met een privéleger straks. Dus, maar het ministerie van Defensie wil materieel personeel van privébedrijven inzetten om de Noordzee beter te beschermen. Eerder bleek uit onderzoek dat Russische schepen systematisch spioneren op de Noordzee. Dan kijken ze daar, waar zijn al die fucking windmolens voor? Hè? Waarom staan ze stil? Want dat is ook nog zo. Dat heel vaak zetten ze die dingen stil omdat het ze geld kost om te laten leven. Het onderzoek werd in september gepubliceerd door andere journalisten van het Nederlandse programma Pointer. Volgens Rusland-correspondent Olaf Koens is de dreiging uit Rusland ook al langere tijd groot. En is het des te belangrijker dat het gebied goed beschermd wordt. Ja, ze hebben het op onze windmolens gemunt. De Noordzee is cruciaal voor zowel energievoorziening als de communicatie-infrastructuur van Europa. Het is een strategisch gebied dat we niet in gevaar kunnen laten brengen. Ja, er is overigens afgelopen week in de Baltische Zee weer een internetkabel kapot gemaakt. En de verdenking rust weer op een Chinees schip. Ja, dat heb ik ook meegelezen. En ik wil er nog aan toevoegen aan dit bericht. Dat volgens mij Nederland de kabels met de VS heeft lopen. De internetkabels met de VS. En dat die vanuit Nederland weer verder gedistribueerd worden over Europa. Hmm. Maar dat die dus wel een hele belangrijke kabelhub... Hmm. In de Nederlandse wateren hebben liggen. Wat ik ook las is dat ze...
dat die kabel, dat ze een geul van een meter diep graven, daar die kabel in leggen en dat die dan vanzelf weer opvult. Maar als je hem dus kapot wil maken, dan moet je een anker een meter door de grond trekken. Ja. Dat is ook weer apart. Ja, maar ja, wie gooit er daar een anker uit? Niemand. Nee. Behalve nee, maar ook als je een anker uitgooit dan, en die zit een meter in de grond, volgens mij kom je dan geen meter vooruit. Hè? Nee, maar als je hem gewoon erin in het water gooit, gewoon dumpt. Ja. Een anker dumpt en niet met een kabel aan je boot vast hebben hangen, maar gewoon in het water. Dan is dat anker zo zwaar dat hij wel door die kabel heen gaat, denk ik. Dat zou kunnen, ja. Maar ja, dit goed, is wel RTL-nieuws. Als het nou morgen dit gebeurt, dan heb ik het niet gepland, hè jongens. Dat jullie nee, dat is duidelijk dat jij in het complot zit. Overigens maar staat hier ook, lees ook, spionagedolfijn vluchtte weg van Russische leger, maar was toch geen spion. Dus zelfs de dolfijnen die hebben die vluchten van de Russen weg. het is een en al propaganda. Het is net zoiets als in Sochi met die Olympische Spelen. Trump die liet alle zwerfhonden vermoorden. Dat zijn van die kleine berichtjes dat je denkt van ja. Daar word je mee, dat heet de persuasion, hè? Dat je van tevoren allemaal dit soort dingen gevoerd wordt. En als je dan daarna hoort dat het een schurk is die ons aanvalt, dan denk je, nou dat past prima aan het patroon dat ik van die man heb. En met die kleine dingetjes trek je dat niet in twijfel, dat een dolfijn wegzwemt van Rusland. En, maar daardoor kunnen ze die grote, kunnen ze makkelijker verkopen, die grote leugens. En die... Dus dat, ja, dat is allemaal masseren. Ik ben al, en die kleine gaat niemand in twijfel trekken. Van een, ik, kan het niet, ik kan het niet helpen, maar ik moet nu de regenboog-zebrapad benoemen. Ja. Zit ook dat in soort hetzelfde inderdaad. Als je daar dan met je SUV op gaat remsporen maken, dan ben je een grote schoft. Dat en, ook weer. En, maar ondertussen, als dat dan geaccepteerd is, dan kan je weer een stapje verder gaan daarna. Ja. Ja, dan vind je het wat minder erg. Als jij iedere dag je kind over zo'n regenboogzebrapad naar school brengt en dan op zijn tiende zegt hij, nou, ik ben eigenlijk een ander geslacht, dan zeg je, ja, dat is hartstikke normaal natuurlijk. Ja. Ja. Komt al allemaal door dat regenboogzebra, dat die zich anders voelde. Ik denk dat het net als met die berichten over die hondjes, dat het wel meetelt. Ja, ik denk het ook, ja. Het zijn goede trucjes. En als jij gelijk gaat zeggen van... Saddam Hussein heeft weapons of mass destruction. Dan denk je van... Nou ja, daar wil ik wel eens wat meer bewijs van zien. Maar als het komt in een patroon van allemaal verhaaltjes van... En hij zat in een vergadering en hij schoot zo zijn onderhandelaar dood of zo. Dan ben je geneigd te denken van... Ja, dat past wel in een patroon. Zo iemand lijkt het bij wel. Ja, en het gaat natuurlijk ook om, weet je wel, toen die man nog in leven was, Saddam Hussein, was het nog veel minder, tegenwoordig leven we echt in het nu, zeg maar. Iets gebeurt en iedereen weet het, maar dat is nog geen 20 jaar, weet je wel. De fact-checkers die er meteen bovenop zitten, dat was toen nog niet. Dus kwam er een filmpje van de BBC over Saddam Hussein met de baby's in laying in incubators of zoiets. Ja. Natuurlijk de baby's out of incubators. En dat duurt dan, nou ja, anderhalf jaar voordat het een keer uitkomt dat dat vooral één grote bullshit is natuurlijk. Dus ja. Ja, de baby's in incubators is inderdaad zo'n prachtige persuasion figuur. Van oké, die gast is meedogenloos. En dan acht ik het ook wel waarschijnlijk dat hij weapons of mass destruction heeft die ons binnen no time kunnen torpederen. Ja. En dan hebben we ook nog een berichtje over wrapped bitcoin. En die komt van jou, Yoshi. Wat is ermee aan de hand? Nou ja, jij had een berichtje dat er zo weinig berichten waren. Dus toen had ik er ook even eentje in het zakje gedaan. En dit ging over Coinbase. Ik heb een reactie op Coinbase getweet of gedeeld met jullie. En ik werd eigenlijk getriggerd, want... voor mij is Coinbase is een beetje door de mand aan het vallen. Ik heb zelf natuurlijk sowieso geen account, want ik heb alleen een Liberland paspoort, zeg ik dan. Weet je wel, ik heb geen paspoort nodig om met crypto te handelen.
Maar Coinbase heeft een tijd geleden al een keer een tweet dus wereld ingeholpen van wij doen alle munten op ons platform kosteloos toevoegen. Waarop vervolgens onder andere een Justin Sun, maar nog een aantal projecten reageren van nou dat is gewoon onzin, want jullie willen zoveel hebben van ons en hier is het mailtje wat je zelf gestuurd hebt. En nu hebben ze dus, dit kwam ik op het spoor omdat er iemand hier weer op had gereageerd en die schreef dus op Coinbase, als reactie hadden ze geretweet en schreef ze als reactie, je mag op Coinbase wel de, ja noem maar even een bullshit coin die er wel op zit, verhandelen, maar Bitcoin mag niet. En waarom zou dat dan niet mogen? Omdat Coinbase zelf ook een wrapped Bitcoin heeft. Snap je? Dus dat zit er dan base, een beetje. Zeker, een base. Ja. En dus wrapped Bitcoin is het meest populaire wrapped Bitcoin die er is. Zeg maar, je hebt bijvoorbeeld ook Lightning. Dat is in zekere zin ook een soort van wrapped Bitcoin als je het mij vraagt. Maar wrapped Bitcoin zijn dus Bitcoins op andere chains. En dan kun je, dit is specifiek volgens mij op Ethereum. En dan heb je dus tokens op Ethereum en die stellen één Bitcoin voor. En dan kun je dus op het Ethereum netwerk Bitcoins gebruiken. En Wrapped Bitcoin bestaat nu, nou ja, zoveel jaar. Ze proberen dus met alle mogelijke reguleringen proberen ze allemaal mee te doen, weet je wel. Dat is echt een bedrijf met weet ik veel hoeveel werknemers zitten erachter. Maar Coinbase heeft dus, omdat het niet hun listing standards zou aan hun listing standards zou voldoen, hebben ze het maar gestaakt. Ja, ja. Nou ja, dus dat was even mijn berichtje van deze week. En daarmee wil ik dus aangeven dat als je dan een Bitcoin zo gaat centraliseren, omdat jij eigenlijk gewoon een fiat maxi bent. Ja, dus het gaat jou er alleen maar om meer dollars. Het gaat niet om een alternatieve economie op te zetten. Maar je hangt gewoon vast in die schuldeconomie. En gebruikt dan crypto als een verlengstuk om die schuldeconomie draaglijk te maken. Maar niet om een alternatieve economie naast die schuldeconomie op te bouwen. Ja, dan word je dus door bedrijven als Coinbase vroeg of laat genaaid. Ofwel moet je je paspoort gaan laten zien om het te gebruiken. Daar begint het al mee. Of, en dan ben je dus ook afhankelijk van alle regels die dat platform erop gaat zetten. Dus komt er op een dag een CO2-tax, dan ben jij verplicht via Coinbase die te gaan betalen. Want ja, dat is Coinbase gebruik je dan. En dat zijn hun regels. Weet je wat ik net van een vriend van mij hoort? Die woont in Finland. En die hoorde weer van een vriend van hem. Dat ik hoorde vanmiddag voor het eerst dat een vriend van mij de rest van het jaar niet meer mag vliegen voor zijn werk, omdat zijn CO2-budget voor dit jaar op is. Hij werkt bij een bank. Ja. Dus ja. Dit maar is dat zijn zijn zakelijke reisjes dus. Ja. Nou ja, op zich, voor een bank is dat natuurlijk wel een ultieme smoes om te besparen op de reiskosten. Ja. Want waarom moet een bankmedewerker überhaupt in een vliegtuig zitten? Want hij kan gewoon de computer, kun je gewoon scherm delen, je kan alles digitaal doorsturen. Dus wat moet jij nou vliegen, bankmedewerker? Wat is dat voor een onzin? Ik wil een hypotheek verstrekken aan iemand in Slovenië. Ja, nou ja, precies. Wat moet een bankmedewerker nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Moet je maar eens even vragen van die vriend van jou, waar die nou eigenlijk zelf mee bezig denkt te zijn, als die als bankmedewerker de wereld over moet vliegen. Dan moet je toch al lang als goede medewerker bij je bank hebben gezegd van, joh, ik kan, geef mij dat geld maar 50%, dan ga ik, doe ik alles vanuit mijn kantoor. Ja, bij ons is het op het werk is het reis ook enorm ingekort na COVID. Ja, maar ik heb het idee dat jullie ook systemen bouwen ergens, of niet? Nou, waardoor voor ons gereisd werd, was überhaupt gewoon voor samenwerken, dat, voor overleg. Maar ook voor die conferenties waarbij een nieuwe standaard wordt vastgesteld. Dus je hebt wifi, dat is steeds in ontwikkeling, net zoals mobiele
5G en zo ook 6G enzovoort. Ja. En dan wordt er een nieuwe standaard vastgesteld. En wat komt daar dan in? En wat mag daar, wat komt er niet in? Wat gaat er wel in? En dan moeten er verschillende bedrijven, die zitten in een forum. En die moeten daar dan over eens worden hoe de nieuwe standaard eruit komt te zien. Dat is een enorme touwtrek. Want er zitten enorm veel mensen van Huawei in, bijvoorbeeld. Want die Chinezen, die worden... Oh, Huawei. Huawei, close Huawei. Dat. Ja, nee, ik denk, wat zegt hij nou? En en die gaan dan allemaal proberen ook in hun voordeel die standaard te dicteren. Maar iedereen doet dat natuurlijk. En die zijn daar nog niet direct uit geweerd, omdat het Chinezen zijn. Maar... Ja, je vraagt je wel af hoe dat gaat, want de Huawei is natuurlijk eigenlijk ook wel... Ja, ze zijn nog steeds de grootste mobieltjesleverancier ter wereld. Met alleen de Chinese markt en de BRICS waarschijnlijk. En ze zijn heel kosteneffectief. En ze zijn uiteindelijk zijn ze in het Westen geweerd met hun basisstations. Hè? Omdat die zouden spioneren, dat was het verhaal. Nou, we spioneren al die anderen ook allemaal. Want als jij zo'n ding neerzet in Nederland, dan moet er een spionage-ingang in zitten. Alleen is die spionage-ingang voor de AIVD. En die spionage-ingang, zouden ze ook van Huawei erin kunnen bakken. Ik durf niet te zeggen of die Chinezen nou zo geïnteresseerd zijn in buitenlandse... Ik denk dat over het algemeen overheden meer geïnteresseerd zijn in binnenlandse aangelegenheden. Maar het zou nog steeds kunnen zijn om op Chinezen in het buitenland te spioneren. Om te kijken of ze wel netjes in de pas lopen. Nou, het hoeft ook niet gebruikt te worden. Het is meer, is de functionaliteit erin gebouwd? Weet je wel, dat je het aan kan zetten op een bepaald moment. Ja. Ja, de functionaliteit voor afluisteren zit erin. En dan is toch altijd de vraag van wie heeft daar toegang toe. Want het is altijd zo, als er een backdoor in zit, dan staat het eigenlijk helemaal open. Want dat betekent dat iedereen bij die backdoor kan. Een beetje hacker die vindt uiteindelijk een manier om in die backdoor gebruik te maken. Ja, zo heb ik nou... Ja, ik ga er verder. Ik zal het even aan jullie delen, maar... Als de familie het ooit terug hoort, dan bedoel ik het niet verkeerd. Maar mijn zusje, die heeft nou dus een babytje. En dan delen ze dat in een groepsapp. Maar dan zegt mijn zusje de hele tijd, nee, dan moet je verder niet delen, want het is mijn baby. En dan wil ik allemaal niet dat die op het internet komt. Maar je hebt het op dat moment al zelf op het internet gezet, door het in die WhatsApp te delen. En al die berichten die over WhatsApp komen, die worden allemaal door Mark Zuckerberg gereguleerd. En die buigt voor alles wat ze zeggen. Weet je wel? Ja. Dus al die dingen, die kunnen ze gewoon allemaal bekijken. Nou, je ziet wat je met Pavel Durov, wat er gebeurt. Als het dan iets te privaat is, zo'n chatgroepje, dan wordt hij even geacht om al zijn klanten te verraden. Ja, en zo niet, dan arresteren we je wel. Ja. Ja. Maar ja, misschien dat er betere tijden aankomen, jongens. Heb je nog een bericht? Ik denk dat het heel moeilijk is om al die dingen de kop in te drukken. Want het kost heel veel moeite om eens over uur te pakken. En voor je het weet is er weer een nieuwe. Ja, maar ja, die moeten er dus wel steeds komen. En moet blijven drukken. En dan op een gegeven moment, dan breekt het ook wel. En we zijn wat dat betreft ook wel heel erg goed bezig in de afgelopen 10 jaar. Maar we zijn er ook nog steeds niet. Want het is nog steeds een veel te kleine club. En wat ook nog met je kan gebeuren, is wat in Hongarije gebeurd is. Want daar bevriest de EU miljarden. Oh, toch? Ja, we hadden het al eerder in de uitzending genoemd. Ik ben wel benieuwd. Ik denk dat ze het uitbetalen bevriezen, maar dat ze het nog niet hebben betaald, hoor. Dat de Europese Commissie heeft miljarden euro's aan EU-geld voor Hongarije bevroren. Dus dat is het geld inderdaad dat dan van de EU naar Hongarije gaat. En die krijgen ze dan niet. Maar ze moeten natuurlijk wel belasting blijven betalen. Want al die dingen zijn van hoeveel van je eigen geld krijg je terug via Brussel. Ja, ja. Hongarije krijgt zijn geld nou niet meer terug via Brussel. Ik krijg geen wisselgeld terug. Ja, pas als zij dan weer een of andere LGBT-propaganda toestaan. Ja, pas als Hongarije aan de voorwaarden voldoet, komt het geld weer vrij. Om welk bedrag precies gaat het niet duidelijk.
de huidige stand van zaken is dat er nog altijd reden tot ongerustheid is, zei Reinders. De Europese Commissie staat open voor overleg met Hongarije. Het land is niet eens met de kritiek op de rechtsstaat en de bevroren budgetten. Hongarije heeft momenteel een voorzitter in de Europese Unie. Het land leidde ook het verhalenpunt over de Hongaarse rechtsstaat, wat opmerkelijk is, want meestal draagt een land dat onder vuur ligt het agendapunt over aan een ander land. Er lopen sinds 6 jaar meerdere strafprocedures tegen Hongarije. Nederland, België en Luxemburg hebben volgens Brusselse bronnen in de vergadering gezegd dat de situatie in Hongarije verslechtert in plaats van verbetert. De drie landen steunen de strafprocedure die de Europese Commissie tegen Hongarije is gestart. Ja, dit is natuurlijk precies hetzelfde als die Russische tegoeden bevriezen. Want of het nou... Nee, dat vind ik niet. Nou ja, je zegt het was geld van Rusland en dit is geld wat van Brussel komt. Maar het is natuurlijk allemaal uiteindelijk je eigen geld. Want de reden waarom Hongarije lid wordt van de EU of lid blijft, dat is omdat er een bepaalde verwachting bestaat over wij betalen zoveel en we krijgen zoveel terug. Nee, als je zoveel moet betalen en je krijgt het niet terug, dan is dat een waarschuwing naar andere landen. Dit verhaaltje is anders. Het zit anders in elkaar, want toen die potjes werden bekendgemaakt, heeft Hongarije meteen gezegd, jullie maken maar een potje voor LGBTQ+. Ik hoef het niet. Wij doen daar niet aan mee en ik ga dat geld nooit opvragen. Maar in Brussel en in Nederlandse kranten zeggen ze dus, oh, we zijn ze nou aan het sanctioneren, want ze krijgen het niet betaald. Maar Orbán heeft vanaf het begin af aan gezegd, ik vind het best als jullie daar een potje voor willen. En liever niet, weet je wel. Want ik doe er niet aan mee. Dit potje laat ik aan mij voorbij gaan. Doe ik niet aan mee. En hij heeft dus... Betaalt hij daar ook geen belasting voor? Of? Jawel, hij heeft betaald wel belasting voor. Maar hij heeft altijd gezegd, als dit de regels zijn van dit potje, dan hoeven wij dat geld gewoon niet. Maar ze zeggen, ja nee, we zetten nu een sanctie op Hongarije. Ja, alleen Hongarije die had dat geld nooit verwacht. Want ze hebben voordat jij al die centen ontvangt, moet jij een berg papierwerk hebben ingevuld. Dat wil je niet weten. Want dan moet je allemaal vinkjes hebben gezet wat je allemaal gedaan hebt. Nou, hebben ze nooit in geïnvesteerd. En dan gaan ze dus nu ook dat geld niet op ontvangen. Maar hoe dan ook, het is misschien iets anders. Hetzelfde schrik-effect gaat er vanuit. Want ik denk dat een heleboel mensen ook deze landen deze nuance niet kennen. En ik neem dat Fisker in Tsjechië. Voor waar zit hij? Tsjechië. Die denkt ook van. Misschien gaat dit wel verder. Want dit zijn altijd glijdende schalen. Dat zag je met Rusland ook. Het begint met een klein beetje. En dan op een gegeven moment. We jatten alleen de rente van het tegoede. En dan is het uiteindelijk. Ja, we geven toch eigenlijk de hele tegoede weg. En ik denk dat veel landen het idee hebben van ja, volgens mij is het niet zo'n goede deal om je geld naar Brussel te sturen en dan te bedelen om het terug te krijgen. Wij als Nederland zouden gewoon moeten zeggen, iedereen die niet op die 60% nog een van staatsschuld ten opzichte van het BBP zit, die ontvangt sowieso niks. En al het geld wat zij niet ontvangen gaat naar de landen die wel op de 60% zitten. Nou, en dan trekken wij in een jaar tijd heel die EU leeg. En dan voordat je het weet, begint iedereen ineens zijn staatsschuld gewoon af te lossen. Denken ze van verrek, Nederlanders geven het niet meer weg voor niks. We zullen er toch een keer zelf voor moeten werken. Ja, het is een goed plan, maar ik denk, dat gaat er overigens niet gebeuren. Maar... Nou ja, als de E-guld op 1 euro komt, ja, dan kan het zo maken. Ja, maar ik denk dat het op zich een gunstige zaak is, net zoals voor de ondergang van de dollar, als ze die tegoeden bevriezen en dat ze dit, als ze geld als een wapen gaan gebruiken. Want als je geld als een wapen gaat gebruiken, dan gaan mensen er opeens, ook regeringsleiders gaan opeens heel anders naar kijken. Die gaan zich dan inbeelden van hoe zou het zijn als al mijn tegoeden bevroren worden. Oh, dan heb ik wel een groot probleem. Misschien moet ik het toch ergens anders in parkeren. Dat ik daar geen risico van heb. Ja, dat is hetzelfde als alle mensen met een uitkering die op een dag te horen krijgen, u moet nu meedoen aan experimentele gentherapie, want anders dan komt je uitkering te vervallen. Oh, en dat, ik denk dat je heel anders tegen die uitkering aan gaat kijken. Ja, ja. Maar ja, zo zie ik het dus. En daar wil ik me niet afhankelijk van zijn. En dus ja, probeer ik er zelf iets van te maken. Ja. Dus ik denk dat dit ook weer, dat zal slecht zijn voor de euro dit. Dat ook landen die dachten van, ja, je ziet ook de euro, die is weer vandaag weer verder naar beneden, staat nou op 1,0468, dus die gaat naar de pariteit toe met de dollar.
lijkt het op. Nou. Ik zal eens even binnenkort mijn euro's hier gaan inwisselen voor dat ze onderuit kukkelen. Ja. Dus als je geld in dollars zet, dan krijg je niet alleen 5% rente. En dat is meer dan in euro's. Maar als je een euroschuld hebt op een hypotheek om af te betalen, dan worden het ook steeds meer euro's. Ja. Dus dan... En dat kun je met bitcoins ook proberen. Dat werkt ook vrij goed. Met bitcoin gaat het nog harder. Ja, ach ja. Ja. Zelfs met e-gulders wil het lukken deze maand. Nou, het moet niet gekker worden. Ja. Maar dan gaan we even over de tarieven hebben. Met die fiat dingen. Want het is, nou zie je ook het belangrijk van het gedecentraliseerde aspecten. Dat als het niet gedecentraliseerd is, dat je dan... En zelfs met brokers is het zo. Hè? Dus ik ging wat aandelen verkopen voor een appartement. En dan krijg je dus... dan moet het door een checker heen. Hè? Of jij wel je geld mag uit laten betalen. En ja, daar kunnen misschien goede redenen voor zijn. Maar ik heb zoiets van... Ja, er staat gewoon cash op. En jullie gaan overwegen of je mijn cash mag uitbetalen. Ja, dat betekent dus dat... zodra ik dat lees, dan denk ik van... Oké, nu valt het goed uit. Morgen is het, meneer. U heeft een vervelende tweet gedaan op Twitter. En we kunnen uw geld niet uitbetalen. Maar dat is er ook... Heel eventjes nog. Dat is, ik weet niet of je die videoserie kent. Maar dat is dus een man. En die gaat dan elke keer bij een andere bank... Want dan tegenwoordig moeten ze dan vragen waar je dat geld voor gaat gebruiken. Dus dan stort hij 5000 pond. Volgens mij is het een Engelsman. Dan gaat hij die 5000 pond uit de bank halen. En dan vraagt die bankmedewerker: waarom heeft u dit geld nodig? En dan verzint hij altijd de meest hilarische verhalen. Dat hij zegt, ofwel zegt hij van: ja, ik ga mijn geslacht laten veranderen. En dan heb ik geld nodig voor de operatie. Of hij zegt: ik ga er coke van kopen. Of hij zegt: mijn vrouw die moet een of andere loverboy hebben, want ik kan er niet goed behagen, weet je wel. En, zo, en dan die bankmedewerkers die dan: oh nee, maar ik moet het alleen vragen. Ik moet het alleen vragen, weet je wel. Dat is geweldig. Oh, als je daar zelfs een link voor hebt, dan vind ik wel leuk als je die... Ja, ik zal wel een keer kijken. Want die komen af en toe in mijn lijn, komen die zo voorbij met van die... Oh man. Ik zal een keer doorsturen. Ja, dit blijft toch het mooiste om het systeem te onderuit halen. Ja. Dan zie je gelijk dat die mensen inderdaad heel erg in verlegenheid gebracht zijn. En ik merk dat ook als ik nou een paar keer KYC moet laten zien. Dan zeggen ze: ja sorry. Eigenlijk voelen ze zich er ook lullig over dat ze het moeten doen. Het is gewoon... het systeem van de euro heeft alleen maar waarde als je continu dat soort... checks erin zet, want dan kun je dus mensen buitensluiten die je niet wilt dat die erin zitten. Dat is het. Het gaat om de uitsluiting en dat wordt nagestreefd met geweld. Als een bedrijf er niet aan meedoet, ja, je wordt op een gegeven moment, krijg je er gewoon een boete over, bijvoorbeeld. Hè? Dat is een boete van de derde graad. Bedrijf ja, met die BlackRock hadden ze natuurlijk het gedaan. Als je ESG-score niet hoog genoeg is, dan gaat de BlackRock geld niet naar jou toe. En dan blijft je aandeel blijft achter. En dan kan je geen kapitaal winnen op de kapitaalmarkten. Ja. En dan ga je langzaam ten onder ten opzichte van concurrenten die dat wel doen. En dat zijn uiteindelijk de Nederlandse pensioenbetalers die zo'n instituut... Want dat is gewoon het Nederlandse pensioengeld wat die BlackRock aan het managen is. Ja. Dus de Nederlanders die dwingen dat over heel de wereld af om hun eigen pensioenrendement maar veilig te stellen. Nou, en dat is hoe het gaat. Nou, ik weet niet of het helemaal een Nederlands initiatief is, maar er gaat natuurlijk ook in BlackRock een heleboel Nederlands geld. Ja, er zijn maar weinig spaarpotjes zo groot als die van Nederland, toch? Er zijn niet veel mensen die zoveel geld aan de kant zetten. Ja, Noorwegen denk ik ook veel. Maar Noorwegen hebben een enorm staatspensioenfonds. Dat is natuurlijk maar de vraag of dat ooit uit gaat keren. Ja, maar ja, dat is met al die pensioenfondsen. Ze doen het leuk, maar... Ik heb altijd gezegd, tegen de tijd dat ik 65 of 72 ben, dan kan ik er beter nu bitcoins van kopen. Ik heb echt waar, toen kostte een bitcoin 100 euro, toen werd mijn contract niet verlengd. En toen heb ik dus ook mijn pensioen afgekocht op dat moment. Oh, toen kreeg ik 1000 euro, want ik had 2 jaar gewerkt of zoiets, kreeg ik 1000 euro afgestort. En daar heb ik toen 10 bitcoins van gekocht of zo. Mm.
Dus nou ja, moet je kijken, daar kun je nou van rentenieren. Ja, als ik ze niet allemaal aan Liberland had gedumpt. Maar dat gedecentraliseerde karakter, dat wordt wel eens onderschat. Hè? Dat zie je nou bij de crypto's ook gebeuren. Dat eigenlijk mensen zeggen, nou, ik ga gewoon in Base, want dat is goedkoper. Of in een of andere chain die super, die wel hoge capaciteit heeft en goedkoop is, maar die eigenlijk op 5 servers draait. En dan moet je wel beseffen dat dit het risico is wat je loopt. Dat je uiteindelijk met een gecentraliseerde coin, dan loop je risico op capture. Want zeker als het maar op 1 server draait, dan betekent het gewoon, je kan een inval krijgen op die server en dan worden er voorwaarden gesteld. Dus wat dat betreft is dat gedecentraliseerde is nog steeds iets wat nou een beetje naar de achtergrond geschoven is, alsof het niet zo belangrijk is. Maar ik denk dat het steeds heel belangrijk is. Het is ook heel belangrijk, alleen het is ook wel zo dat decentralisatie gebeurt door adoptie. He, als iedereen zou zeggen, ja nee, want wie is Satoshi Nakamoto, ik doe er niet aan mee, dan raakt het ook niet gedistribueerd. Dan is het alleen Satoshi Nakamoto die 1 server draait en wat Bitcoin is. Dus je moet daar ook overheen stappen en zeggen, kijk, weet je wel, ja, we zijn nu aan het begin. Dingen zoals Basechain, die worden enorm, en Solana, die worden enorm geadopt, omdat het lage kosten heeft en snel is en gemakkelijk werkt, maar dat is niet gedecentraliseerd. Nee, maar het is allemaal niet geadopt. Er is nog helemaal geen adoptie. Er is amper adoptie. Het zijn echt hele kleine clubjes. Hoeveel value locked op Solana is heel veel. Er wordt meer fees verdiend op Solana dan op Ethereum bijvoorbeeld. Maar er zijn dus mensen en die kunnen onbeperkt die eenheden bijdrukken. En als jij doet wat ze zeggen of jij hebt iets wat ze leuk vinden, ja, dan kan jij gewoon miljarden krijgen in je muntje. Hmm. Nou, en met dat Solana, dat valt eens in de zoveel tijd valt het stil. Het is deze maand ook weer, of deze week zelfs nog een keer weer stilgevallen, dacht ik. Ja, en dan moet werking. Ja, en dan wordt het dus gewoon weer vanuit een centrale partij inderdaad gereset. En dan begint het weer opnieuw. En dan werkt het allemaal weer. Het is allemaal hartstikke leuk, maar dan moet er dus wel elke keer die ene club zeggen, nou, we beginnen er weer aan. En wie weet wat er nog meer aan gedoe kan plaatsvinden daarmee. Weet je wel? Solana is ook niet private. Het is echt de toekomst. Dus als je echt crypto geld, moet gewoon private zijn. En daar zijn er maar een aantal van. Ja, maar dat zelf is alleen maar Monero en ja, wat heb je nog meer? Dash heeft een privacy functie. Zcash. Is meer private dan Monero. Ik vind ook Monero. Pirate Chain is er ook. En Zano is heel erg hot de laatste tijd, omdat Roger Ver die loopt te promoten. Oh, en Dero, dat is een soort Ethereum, maar dan private. Ja, maar die is door de mand gevallen laatst. Ja? Ja, die is niet meer private. Die is gebroken. En toen is ook, dat kun je precies terugzien, dus een maand of 3 geleden. En vanaf dan gaat de koers scherp naar beneden. Hmm. Maar we gaan nu even over tarieven hebben, want het wordt gewoon doorbelast. Of ja, aan de consument, dat zegt de CEO van AutoZone. En er zijn nog meer bedrijven die volgen. Ja. Even kijken hoor. Wat nou ben ik er weer? Ja, dus eigenlijk zeggen ze, ja, de tarieven. Die tarieven die rekenen we door naar de consument. Ja, natuurlijk. Dat is zo. Want zoveel marge hebben ze niet dat ze dat niet kunnen doen. En als ze hun hele winst eraan zouden opofferen, dan krijgen ze natuurlijk ook gelijk geen kapitaal meer. Want dat hoorde ik laatst ook nog weer die Sam Harris zeggen van de zo'n linkse figuur. En die zei dan van ja, je kan toch gewoon de winst belasten. Ja, maar dat is dan slecht voor de bedrijven, zei die, geloof ik. Werd er tegen ingebracht. En toen zei nee, dat is helemaal niet zo. Want ja, als de winst heel veel belast wordt, dan moeten die bedrijven dat geld wel investeren. Want dan om die winst te laten verdwijnen. Ja, ze kunnen natuurlijk ook uitkeren als directeursalaris.
Maar het punt is een beetje dat als jij naar een aandelenbeleggingsprogramma toe gaat en je kijkt naar een lijst bedrijven en alle Amerikaanse bedrijven die hebben nul winst omdat het allemaal wegbelast wordt, dan ga je daar niet in investeren. Want die gaan ook nul dividend uitbetalen. Dus die krijgen geen kapitaal meer, die bedrijven. Ja. En als ze geen kapitaal meer krijgen, dan kunnen ze minder investeren en dan verouderen ze langzaam. En ja, dat is zo simpel allemaal, maar die Sam Harris die heeft nog nooit een bedrijf gerund, ook die heeft er nog nooit over nagedacht. Dus die ziet winst een beetje als geld dat overblijft waar je zo snel mogelijk van weg moet graaien. En kapitaal, mensen die kapitaal inbrengen, die hebben geen vergoeding nodig daarvoor. Nee. Ja, dan moet je niet gek op krijgen dat je geen kapitaal meer krijgt natuurlijk. Ja, ja. Ik wil overigens nog even laten weten aan iedereen dat je naam op het rad kan vereeuwigen. Het rad is tevoorschijn gekomen. Dus uitroepteken Ron Paul. Ja, en ga verder. Maar ik vraag me af of die tarieven er gaan komen van Trump. Want ja, zo dom is die denk ik ook weer niet. Ik denk dat hij op een gegeven moment wel door heeft van ja, als je over 100% tarief op doet, dan wordt al speelgoed gewoon twee keer zo duur. En een bedrijf als Walmart, wat alles uit China importeert en verkoopt, dat zou gelijk die koers, die zouden wel helemaal in elkaar moeten kletteren. Die zijn dan gelijk veel duurder en dan zullen ze minder omzet gaan draaien enzovoort. Voorlopig zijn ze nog niet, hè, die tarieven. En nee, daarom denk ik, als je aan de koers van Walmart, kan je al zien dat ze er ook niet gaan komen. Hè. Maar het is wel grappig, want hier staat dus in een stukje, staat hier, the company expects to raise prices even before the tariffs take effect, anticipating how these new policies will impact its margins. Dus ja, omdat hij het gezegd heeft, we verhogen alvast de prijs met 20%, want dan, als de tarieven er dan zijn, dan hebben we een buffertje. En dat is op zich wel vreemd, want het is natuurlijk zo dat ja, als die ervoor al de prijzen had kunnen verhogen, had hij dat al een jaar geleden moeten doen. Ja, precies. Ja. Ja, ook dat, ja. Waarom komt hij daar dan nu mee? Nu er nog 2 maanden. Hè? Het is meer een bericht aan Trump van dit gaat er gebeuren als jij de tarieven inderdaad erop zet. En het hele idee van Trump was natuurlijk, ja, dan komt alle productie naar Amerika terug en dan wordt het een soort tweede China. En dat is natuurlijk heel onwaarschijnlijk dat je met... Het is nog nooit gelukt om iets groot te maken met tarieven. Ik bedoel, die hele Amerikaanse staalindustrie die had 100 jaar geleden al subsidies gekregen. Of tarieven tegen buitenlandse producten. En 100 jaar, en dat was maar tijdelijk omdat het Britse industrie zo machtig was. En 100 jaar later is het er nog steeds. En ze hebben die Jones Act. Dat was dan bedoeld om Amerikaanse scheepsbouw te beschermen. Er wordt nu geloof ik meer dan 1000 keer zoveel schepen gebouwd in China als in Amerika. Ja, het helpt allemaal. Het helpt geen zak eigenlijk. Dit soort dingen ter bescherming van je eigen industrie. Want wat er ook gebeurt is dat als jij... Dus de belasting, de tarieven op staal gaat verhogen. Je zegt buitenlands staal wordt zoveel hoger. Nou, dan gaat je binnenlands staal, kan ook in prijs omhoog. Want waarom zou die dat goedkoper verkopen? Die gaan dan meer winst maken. Maar het punt is dat alle autofabrikanten die dat staal nodig hebben, die produceren duurdere auto's dan het buitenland. Want in het buitenland hebben ze die tarieven niet. Dus de Chinezen die hebben ongetariefd staal. Die bouwen veel goedkopere auto's dan. Dus dan moet je ook tarieven op auto's gaan heffen. Want anders dan gaat je eigen auto... En dat breidt zich uit als een olievlek. Dat je op een gegeven moment overal moet je tarieven op gaan heffen. Omdat anders... En dan is je eigen industrie, je hele export gaat eraan. Want je kan niks meer exporteren. Want dat is allemaal te duur. Ja... maar dat is wel wat hij wil doen. Hij wil alles gewoon, alles gewoon tarieven. Maakt niet uit wat het is, alles. Ja. Gewoon alles. Dat is tenminste wat hij zegt. Ja. Maar... En dan met het idee van er komen inderdaad, de prijzen gaan wel omhoog, maar de mensen hebben ook weer werk. En dan kunnen ze die prijzen ook betalen. Ja, maar de werkloosheid is nu al bijzonder laag, dus dat is. Ja, nou wacht even, dat waren de september nummers. Waren de septembernummers, die worden altijd nog bijgevoerd. Mm. En dit is van de verkiezingen. Dus daar geloof ik vrij weinig van. Ja, oké. Okay. Die geef ik toe.
Want die heb je wel vaker gehoord. Ja, de banencijfers zijn nog nooit zo goed geweest. Nee, ja, ze worden over een maand weer bijgesteld. Op pagina 6. Ja, ja, nou ja, zo gaat het gewoon. Zo gaat het gewoon echt. Dit is gewoon standaard. Mm-hmm. Ja, nee, dat is waar. Maar het blijft overeind staan dat een drama zou zijn, al die tarieven. En zo is het natuurlijk in de jaren 30 ook gegaan. Toen ging ook iedereen tarieven heffen. Toen kwam de hele wereldhandel stil te liggen. En ja, er zit een verdeling van de specialisatie van arbeid in. Dat je bepaalde dingen goedkoper in één land kan doen en bepaalde dingen goedkoper in een ander land. En als je dat met tarieven in één keer omlegt, ja, dan duurt het in ieder geval een hele tijd voordat het is aangepakt. Plus dat het buitenland krijgt ook geen dollars meer, omdat ze niks meer kunnen verkopen in Amerika. En als ze geen dollars krijgen, dat gebeurde in de jaren 30 ook, dan kopen ze ook niks meer in Amerika. Dus dat betekent ook dat die aandelen bijvoorbeeld, die nou verkocht worden, daar is dan ook geen animo voor. Of geen, nou ja, er is ook geen animo voor, omdat die bedrijven allemaal geen winst maken. Maar... Peter, het klinkt mij allemaal als muziek in de oren, joh. Ik heb echt de komende 4 jaar worden zo leuk, joh. Jij bent echt een blackpilt. Ja. Laat het maar crashen. Ik zit hier zo mijn eigen water te pompen en dan laat het maar gaan. Nou ja, soms is het wel eens goed inderdaad. Heb je het idee dat de enige manier om een kentering te krijgen is om het eerst verder scheef te laten lopen? Met die hele LGBT-zaak ook en die woke shit. Je laat het helemaal vastlopen, je moedigt het aan. En pas als het helemaal vast zit, dan krijg je de draagvlak om de andere kant op te gaan. Ik weet even niet hoe ik hier nou 1 euro EFL in moet verwerken. Maar. Ze moeten totaal hun geloofwaardigheid kwijt zijn, al die politici. Dus uiteindelijk zitten ze allemaal in een ivoren torentje, echokamer, totale onzin te verkondigen. En iedereen met een IQ van boven de 70, die kan gewoon zien van ja, die lui zijn helemaal de weg kwijt. Ja, ja, ja. Nou ja, zover zijn we nog niet, hoor, wat mij betreft. Als ik iedereen... Nee, maar ik denk dat in Europa moet ook gebeuren dat, weet ik, vlees uit de supermarkten verdwijnt. En inderdaad vakanties, als we vakanties gaan aanpakken omdat je CO2-budget hebt. Dus ik denk dat ook iets van, ja ho, wacht eens even, ik vond het allemaal leuk die milieushit, maar nu is het niet grappig meer. En in Duitsland zie je het al een beetje. Ik was nou in Nederland en dan moest ik €25,70 betalen voor een pak check. Toen dacht ik echt bij mezelf, hoe kan het dat die Nederlanders nog roken, joh? En ze roken gewoon door. Ze roken gewoon door. Het is 25 euro. Nederlanders zijn, ik geloof, een kwart van de pakjes die ze op straat vinden, komen uit het buitenland. Ja. Je bent niet goed bij je hoofd. Je komt uit Servië en je neemt geen pakje check mee om hier te roken. Ben je een droplul of niet? Nou, ik was in Servië en ik had... Dat is net zoiets als een Range Rover rijden ongeveer. Ik was in Servië, hoorden jullie mij trouwens? Ja. Ik was in Servië en ik had geen paracetamol bij me. En toen kwam ik erachter dat daar ongeveer net zo duur is als een pakje check in Nederland. Dus. Nee, viel wel mee, hoor. Viel wel mee. Nou, maar het is wel iets duurder. Het is wel dubbel zo duur. Ja, het is wel dubbel de prijs. 5 keer zo duur of zo? Nee, maar dat was ook aspirine. Euro, wacht even, want er werd toen nog gezegd dat was ook aspirine wat jij kocht. Geen paracetamol, het was aspirine. Nou, ik had niks gekocht. Alcohol is weer goedkoper. Alcohol, ja, dat stoken we hier zelf. Dat is ook een soort aspirine eigenlijk. Er zit geen accijns hier op de alcohol. Je koopt hier een liter sterke drank voor 5 euro. En dat is... net zo goed 5, als aspirine, zeg jij. 45%. Maar ik heb hier nog een artikeltje. Ja, natuurlijk, dat aspirine. Ja. Als je de hele fles opzuipt, voel je niks meer. Maar je zal maar boer zijn in Engeland. Ik heb hier een opiniestuk van ene Wil Hutten. Alan Starmer. Oh ja. Farmers have hoarded land too long. Inheritance tax, die zal dan verandering brengen. Oh! Ja. Ik zag laatst weer een filmpje met 12 Manders over inheritance tax. Dat die met Van Haga is daarover bezig. Want het schijnt dat de erfbelasting, de minst geliefde, eigenlijk andersom, de meest gehate belasting van allemaal is.
Ja, want die mensen hebben een leven lang belasting betaald en willen ze aan de kleinkinderen geven. Dan, En dat het in Nederland tot 40% kan oplopen. Ja, ja, ja. Toch ongelooflijk. Maar wie betaalt er dan in godesnaam erfbelasting? Dat, je kan toch gewoon geld van de bank halen naar je kleinkinderen geven, bijvoorbeeld? Dat doen de meesten ook, hè? Nee, dat kan niet, hè. Je bedoelt een cash. Ja? Ja, ja, voordat ze doodgaan. Nee, als je doodgaat, dan gaan ze je laatste afschriften na, hè? Ja, maar ja, dan ben je toch... Je bent toch op een gegeven moment... Ja, kijk, als je nou plotseling doodgaat... Dan, maar je voelt toch dat je dood aan het gaan bent... Als ja, jij op een gegeven moment. Hoe je doodgaat nu. Als je nou op een gegeven moment 80 jaar bent. En je leeft nog. Ja. En je zit met een miljoen op de bank. Dan ga je toch gewoon meer geld opnemen. En dan zeggen ze: ja, waar heeft u het dan uitgegeven? Ga je elke dag ga je naar het Holland Casino? Ja, dan zet je één nee, keer. Nee, dat zet je één keer. Mevrouw heeft een seksoperatie nodig. En cocaïne. Nee, maar ga je gewoon alleen even een drankje drinken. Niet gokken in het Holland Casino. Dan zeg je: ja, ik heb het allemaal in het Holland Casino. Heb ik het allemaal kwijtgespeeld. Nou. Ja, het is allemaal te doen. Je kan ook gewoon in natura, je kan vakanties kopen, denk ik. En je kan elektrische fietsen kopen en dat soort dingen. Ook dat nog, ja. Ja, precies. Ja. Ja, dat kan wel, maar dat hangt af vanaf wat voor bedragen dat gaat, denk ik. Als jij inderdaad een miljoen op de bank hebt staan. Je kan bijvoorbeeld, wat kinderen graag zouden willen waarschijnlijk, is een soort regeling voor een huis. Maar dat wordt al heel moeilijk. Je kan niet dat zeggen. Dat kan dus niet. Nee. Ik ga een hele hoop cash opnemen. Dat geef ik aan mijn kinderen. Dat kunnen ze alleen doen als ze dan al hun andere salaris kunnen gebruiken voor het huis. En dan dat cash kunnen gebruiken om boodschappen van te doen. Ja, precies. Want anders valt het ook weer op. Hm. Het is verschrikkelijk, joh. Maar goed, ja, een miljoen is dan misschien ook weer een beetje overtrokken. Want wie heeft dat dan weer zo liggen? Maar stel je hebt 20.000, 50.000 euro. Dan ga je dat toch gewoon op je 80ste langzaam opmaken. En dan geef je inderdaad eens een keer. En dan zeg je nou, laat die energieafrekening dit jaar maar door mij betalen. Weet je wel. Hm. Ja, maar wat wil deze meneer allemaal, wat zijn zijn wilde plannen? Ik zie het hele artikel hier niet staan. Ik snap er niks van hoe dit werkt. Het is van The Guardian. En het is een heel leuk plaatje met allemaal varkentjes. Ik zie sowieso, maar dat zou in de Facebookgroep moeten staan ook. Ja, het is één groot Facebook hier. Nee, voor de rest, volgens mij word ik shadowbanned hier. 19 november is die erop gezet. Ja. Ik zat even proberen te lezen, Johan, want ik heb het natuurlijk nog niet gelezen. Ik heb allemaal hout gehakt van de week. Ik heb heel mijn huis vol met hout. Oh ja, ik zie het nou. Wacht even. Oh, hakken. Joh, en moeilijke woorden allemaal in het Engels, joh. Er wordt nog wat in de chat gezegd. Ethically speaking, ja, sorry, ethically speaking. Je krijgt inderdaad nog je doekoe. Ik heb het gewoon druk. Maar, Als de schenker binnen 180 dagen na deze schenking overlijdt, ben je dus ook erfbelasting verschuldigd. Mm-hmm. Kijk eens aan. Een deskundige hier. Ja, dus je moet het langer dan 180 dagen van tevoren aanvoelen, Ko. Als je binnenkort doodgaat, betaal je alsnog schenkbelasting. Je moet het sowieso niet aangeven. Je moet het niet over de bank laten lopen. Je moet het, weet je wel... Je gaat ja, niet... maar dat is het lastig. Je hebt dan waarschijnlijk een bedrag waar iemand, waar je kinderen een paar jaar van zouden kunnen leven of zo. Als je het goed gedaan hebt. En dat kan je natuurlijk moeilijk in cash uitbetalen. Want ik heb ook wel schat, als je een paar duizend van de banken valt, dan gaan ze ook vragen stellen, waar heb je dat voor nodig? Ja, ja. Nee, maar dan ben je 80, ga je gewoon iedere week haal je 200 euro extra van de bank. Nou, dat telt wel door. Want dat is 10.000 per jaar. Nou, dat is toch leuk. Ja, dus zo'n bedrag van 10.000 en zo, dat krijg je wel voor elkaar. Maar het gaat inderdaad, als het over een miljoen gaat, dan lukt het je niet. Maar ik denk, kijk, volgens mij die 10.000, dan zit je ook onder de drempel, denk ik. Als je, oh ja, ben je helemaal bezig met de honderdjes. Kan je het net zo goed legaal doen. Ja. Nou, ik heb geen flauw idee waar dit artikel over gaat, Johan. Ik probeer het te lezen, maar ik krijg het niet voor elkaar. Het gaat over boeren, maar... Ja, die boeren die hebben lang genoeg hebben ze hun land aan elkaar doorgegeven. Ze hebben hoarded land, dus ze hebben land verzameld. Nee. Ja, verzamelen. Hoorden is... is dat je het, ja, zo'n hele berg zo, een land zo verzamelt, zo, voor jezelf. Ik vind het wel leuk. Nee.
Hij is wel leuk geworden. Sinds die vader is geworden, is het een warme man, die Peter. Prices and rents will fall under Rachel Hamsteren. Reeves' plan, enabling younger Hamsteren. Generation with new ideas to enter the field. Dus hij wil eigenlijk, ik geloof dat het plan is om hoge erfbelasting erop te doen, zodat dat boerenland niet in de familie kan blijven. Dat is ongeveer het idee, dacht ik. Ja, ja, of je moet dan meteen 200 miljoen extra lening bij de bank afsluiten voor het doorzetten van het bedrijf. Ja. Nou ja, dat zeker voor een. Ja, het is inderdaad een inheritance tax. Die ze dan willen doen. En dan krijg je hetzelfde als wat je in Zimbabwe gehad hebt. Hè? Dat je gaat land van boeren die weten hoe ze moeten boeren. Die daar heel goed in zijn. Dat ga je geven aan mensen die er de ballenverstand van hebben. En dan, windmolens. Zo vol met windmolens. Ja, dan blijkt opeens dat er een hongersnood ontstaat. En dat is heel vreemd. Uiteindelijk moet je dan weer vragen of die mensen het terug willen hebben. Maar die mensen zijn dan ook al lang weer verder gegaan en niet meer met boeren bezig. Maar ja, het is een dom idee van. Wat je wil eigenlijk, ook als je dat land niet bezit, dan wil jij dat het boerenland in handen is van de beste boer. Ook als die heel veel land bezit dan. Zelfs als die. Je wil eigenlijk dat een hele goede boer ook heel veel land bezit. En dat normaal gebeurt dat natuurlijk ook in een vrije markt. Want een goede boer die verdient veel. Die kan bieden op het land van een ander. Die slecht boert. En zo krijgt de goede boer steeds meer land. En dan krijg je steeds meer productie. Als je dat andersom gaat doen. Dan krijg je natuurlijk steeds meer. Net zoals je wil dat de beste ingenieurs de auto's bouwen of ontwerpen. Maar dat vind ik net wat anders. Want een dier is een levend wezen. En je kan dus gegarandeerd dat er van die groeihormonen bestaan. Waarmee jij gewoon een varken van 2.500 kilo kan kweken. Weet je wel? Ja, dat denk ik wel. Maar ik weet niet of je dat moet willen. Nou, maar als de consument dat wil. En die zegt, ja, we gaan voor het allergoedkoopste. En, want dat was, Pieter Schiff merkte dat ook wel terecht op, dat RFK Jr. die zegt, ja, we moeten alles organisch gaan, alleen maar organisch voedsel, en make America healthy again. Maar Pieter Schiff zei, ja, als je alles organisch gaat doen, dan wordt het veel duurder dan die varkens van 1000 kilo. En dat betekent dus dat een heleboel mensen het voedsel niet meer kunnen betalen. Die kunnen nou nog net junkfood betalen. En als dat junkfood er niet meer is, dan kunnen ze niet organisch gaan betalen. Want de productie is gewoon veel minder daarvan. Snickers en pannenkoeken eten die mensen hele dagen. Ja, maar wat mijn kinderen eten. Nou, ik had laatst, daarom zei ik het. Ik koop hier af en toe Snickers en dan zijn ze in 50% in de aanbieding. Nou, dan denk je ook van, joh, dat ze het zo goedkoop weg kunnen geven. Weet je wel, dan ga je toch te veel van die troep eten, omdat het zo goedkoop is. Ja, denk je, nou kan ik het wel. En daarom zie je ook dat armoede en vetzucht, dat hangt veel samen in Amerika. Die armste groepen, die zijn ook het meest obese. Ja. Omdat je inderdaad, dus je krijgt veel calorieën binnen voor heel weinig geld. Met allemaal fructose corn syrup erin en suikers met enorm veel energie natuurlijk. Nou blijft het ook gewoon, weet je, als je... Met groentes en zo kun je echt wel gewoon lekker eten. En dat hoeft echt niet veel te kosten hoor. En die koren is ook de eigen tuin. Dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Nee, dat is het weer een ander verhaal. Maar zelfs als je gewoon groentes een beetje... Ja, ik weet het niet precies. Want ik kan hier eigenlijk niet over meepraten. Want ik kijk al 10 jaar niet nergens naar de prijs. En dat de mais is zo goedkoop. Omdat het allemaal gesubsidieerd wordt, hè? Ook dat. Ja. Maar... toch is dat wel hoog of sterk gestegen een jaar of 10 geleden, want toen zijn ze begonnen met die ethanol toe te voegen in benzine. Ja, dat is ook voedsel en, in de tanken. Ja, dat komt allemaal van de mais. En toen kwam ook die Arabische lente opstand. Ja, daardoor. Dat ze met zo'n broodhelm liepen zo. Ja. Ja, maar... krijgen we een soort Arab... In plaats van een Arabische lente krijgen we een Westerse lente. Ja. Deze brood van 25 euro, weet je wel. Ja,
Maar ik ga even aan het rad draaien. Dus daar komt hij. 3, 2, 1 en nu ben je te laat. Ja, ik ben weer te laat. Die Johan die denkt zo direct moet ik hem weer betalen. Godverdorie. Wie gaat het worden? Wie gaat het worden? 3,10 euro, jongens. Oh nee, waar was het nou? Het wordt met dat cijfer aan het eind. Eindigt op een 7. Een naam die met een 7 eindigt. Kijk even in de chat. Dat is Anna Elisabeth. Ja. Als het nou echt doorbreekt naar de honderden euro show, dan moet je die prijs op een gegeven moment ook wel aanpassen. Hè? Ja. Want, ja, ja. Goed, het is wel jammer dat ik, ja. Heb ik het gemist, zeg. Was ik weer te laat hier. Jongen. Ja, dan gaan we even terug naar kijken hoor. Doel kan weg. TV'tje weer erbij. En dan gaan we naar het laatste berichtje toe. Dat is dit, hè. Moskou warns the US over allowing Ukraine to hit a Russian shore with long range weapons. Ja, even op de valreep wordt nog even Wereldoorlog 3 geëscaleerd, hè. Nou bleek dit wel weer een beetje overtrokken te zijn. Oh, oké. Okay. Ik had Joel Valenzuela. Die moeten we eigenlijk weer... Gaan we nog wat doen met 3 januari, Johan? Ja, Bitcoin birthday? Dat lijkt me inderdaad wel weer een goed idee, ja. Wordt wel een all-time high verjaardag, denk ik. Ja. Maar die schreef erover... Nee, wacht even. Oh ja, dat Joe Biden een... hoe heet die? Polymarket Degen was. Kennen jullie dat Polymarket? Ja. Dat is zo'n voorspellingswebsite waar je allerlei weddenschappen hebt. En er was de weddenschap, komt er voor het eind van het Bidens presidentschap een nucleaire escalatie? En toen was die weddenschap in de afgelopen week gestegen van 3% naar 21. En nou stond hij weer terug op 5 of zoiets. Oké. En dat was dus heel even, had Joe Biden gezegd dat ze Rusland mochten aanvallen, maar... Achteraf bleek dan dat ze dat alleen mochten doen in dat Koersk-gebied wat ze al binnengevallen zijn. Okay. Dus ze mogen niet Moskou aanvallen, ze mogen alleen in Koersk met iets. Nou staat er wel toevallig net een kerncentrale in dat gebied, dus daar kun je alsnog een hoop gezeik los laten barsten. Maar... Ja, wat ik ook vreemd vind dan... Ja, die raketten die kunnen alleen maar geprogrammeerd worden door Amerika. Dus eigenlijk schijnt gewoon Amerikaanse doelen. Dus ik neem aan dat er geen raket op het Kremlin gaat landen of sowieso een soort actie. Het is wel leuk. Vreemd, de Russen reageerden er geloof ik op door met de intercontinentale ballistic missiles te gaan schieten. Maar ja, als je toch vlakbij zit, heb je geen intercontinentale missile nodig. Het is meer een signaalfunctie van de... Maar ja, hebben ze ook. Ja. Heb je dat gezien dat die Trump met Zelensky al in publiek verschenen was? Nee. Hij zei van it should have never happened, herhaalde Trump de hele tijd. Should have never happened, should have never happened. En op een gegeven moment zei dan de journalist van ja, wederopbouw. En dat die Zelensky meteen naar die Trump zegt ja, want we moeten nou wel wederopbouwen. Hè, want ik heb nog heel veel meer miljarden nodig. Oh, het was echt weer een clownshow. Maar hij heeft niet meer iedere keer zijn groene pak aan, hè, die Zelensky. Hij heeft hem een keer mogen wisselen. Ja, dat was altijd de PR-truc, maar die is een beetje uitgewerkt, geloof ik. Nou, ja, Brim begint ook te stinken hier, zo'n groen pak moet je een keer wassen. Ja, het idee is dat hij gewoon zo uit de battlefield kwam lopen. Dat hij de troepen vandaan kwam. En ik maak even wat tijd om een PR-stunt voor wat meer geld. En dan ga ik weer terug in de loopgraven. Ja. Dat hij op zijn paard klimt en dan weer weggalopeert. Ja, ja, ja. Freedom! Ja. We will never surrender! This is Ukraine! Slava Ukraine! Ja. Ja, het blijft toch allemaal een groot toneelspel. Het is inderdaad Hollywood voor lelijke mensen. Hij is acteur. Ja. Maar daarom hebben ook al die Oekraïense mensen op hem gestemd. Omdat ze hem eerst 3 jaar op de televisie hebben gezien. Die mensen zijn helemaal gebrainwashed met die show.
Toen konden ze ineens echt op hem stemmen. Ja, hij had al drie jaar lang promotie mogen maken. Hij ging ook voor een vredeskoers. Hè? Dat is ook waarom ze op hem gestemd hebben. Maar ja, als Victoria Nuland langskomt, dan weet je, dat is slecht nieuws voor de vrede. Het vredesplan kan door de versnipperaar. Precies. Ja. Maar, ja, er zijn wat reacties op, maar ja, ach, ja, wat moet je erover zeggen? Die Biden, die heeft echt zelf dat niet, weet je wel, het is nou wel meer dan duidelijk dat Biden, tenminste, ofwel is die echt een enorme psychopaat die een hekel heeft aan de hele mensheid, dat hij denkt van ik doe dit in de laatste twee maanden, doe ik nog even die missiles doorheen jagen. Of het is nu gewoon echt overduidelijk dat die Biden van voren niet meer weet dat hij van achteren leeft. En iemand anders zit dit soort berichtjes te... Ja, ik denk dat die Sullivan en die Blinken, dat die de hele zaak bepalen. Het punt is een beetje dat je nou het risico loopt dat Biden is officieel verantwoordelijk. En zo niet dan Harris. En zij runnen eigenlijk de hele show van achter de schermen. Maar ze lopen geen verantwoordelijkheid als het totaal uit de klauwen loopt. Nee. Dan zeggen ze van ja, dan kunnen ze naar Biden wijzen. Maar ja, ja. Hij was de uiteindelijk verantwoordelijke. Ja. Maar ja. We zijn aan het eind. Ja? Ik wilde dan nog even de opmerking maken. Ik vond die grafiek wel mooi. Waarin je dan die stemmen van de Democraten en de Republikeinen over de afgelopen paar jaar zag weergegeven. En dat was er 4 jaar geleden bij de Democraten ineens een plus van 20 miljoen. En dat had dan twee... eigenlijk had het maar één functie, die meme. Maar dan werden toch door sommigen gezegd... ja. Waar zouden die 20 miljoen nou gebleven zijn? Waar zouden die 20... Nee, die waren er nooit. Die waren bijverzonnen. Ja. Maar goed, ja, ach, je mag het niet zeggen natuurlijk. Hè. Pas maar op, Johan, want ze komen weer op de zwarte lijst. We worden weer geshadowband vanaf nu. Nee, ze hebben een miljard uitgegeven, de Democraten, aan deze hele verkiezingscampagne. En ze staan nog 20 miljoen in de schuld ook. Hè. Daar hebben ze, en ik hoorde ook één beeld verklaren, dat vond ik ook wel mooi. Die werd geïnterviewd en die zei, nou, Kamala Harris heeft echt de beste campagne gevoerd die maar mogelijk is. Typisch een campagne die je voert om te winnen. En ja, dus ze had Queen Latifah, ze had Beyoncé. Taylor Swift. Eminem. Dat hij heeft nog nooit iemand gereden door. De hele gastenlijst van P. Diddy had ze, toch? Cardi B. Ja, ja, ja. Zelfs Cardi B. Nou, dan heb je het wel gemaakt. Ja, ja. En dat is ook wel mooi, want het geeft dus aan dat mensen kennelijk ook geen zak meer geven om die celebrity endorsements. Het is ook zo van, ja, ik kan me nog meer vertellen. Ja. Ja, dan ja. Ja. Het is wel treurig voor die celebrities dat ze verplicht worden om het te doen. Maar ik denk dat ze er ook wel genoeg aan overhouden. Ergens. Ja, hoe heet het? Die Oprah Winfrey, die was een miljoen betaald. Hè? En die reageerde, ik ben helemaal geen miljoen betaald. En gingen ze nakijken. Ja, er was een miljoen aan haar bedrijf betaald. Oh ja, ja, nee, dat is heel anders natuurlijk. Ja, dat was er nog een mooie. Wacht even, dat was een... Oprah Winfrey, nee, dat was bij The View, hadden ze nou deze week die Matt Gaetz, die hebben ze daar helemaal zwart lopen maken, ik weet niet of jullie die kennen, ja. Maar die heeft nou een functie gekregen binnen dat Trump gebeuren, en die is ook vrijgesproken van allerlei. Ik moet allemaal nog kijken of die er door maar hij is nu in ieder geval vrijgesproken van beschuldigingen van seksueel misbruik, ja. En dan moesten ze dus bij The View, moesten ze daar een apart stukje voor inlassen. Dat duurde maar 5 seconden, want het was zo voorbij. Maar ze moesten even zeggen op televisie dat hij helemaal vrijgesproken was van alles en dat alle beschuldigingen die ze bij The View erover hadden gedaan, allemaal fout waren. En ze keek echt zo in die camera. Ik vind het niet leuk om te vertellen. Het mooie is ook dat als je zegt dat die Dominion stemmachines, dat die te hacken zijn, wat gewoon gebleken is, dan krijg je 1 miljard boete. Ja. Als je zegt dat Sandy Hoax wel eens een host kon zijn, dan krijg je ook 1 miljard boete. Als je zegt dat iemand de seksuele verkrachter is of zo, en dat blijkt niet zo te zijn, dan is het gewoon van, oké,
Nee, dan niet. Nee, ja, precies, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, precies. Maar we zijn nu wel aan het einde van de uitzending gekomen. En ja, ik wil jullie uiteraard danken. En uiteraard ook de luisteraars. Uiteraard zijn we ook volgende week weer. Ik wens iedereen een vrolijk en vooral heel erg. Moet er nog aan het rad gedraaid worden? Op, de... ja, nee, ik had dat gemist. Ja, oh, dit is al ja, sorry. Ik verlies het alleen. Ik kan nog even zeggen, Johan. Ik ben deze hele week ben ik begonnen met een nieuwe streamserie. En ik ben van plan iedere dag een paar minuten te streamen. Ja. Misschien dat ik morgen wakker word en dat ik zeg van nou, ik ga de live de 100.000 coveren. En dat we gewoon elke dat we gewoon live 36 uur online blijven. Om ja, zo'n subathon. Ik wil nog steeds zo'n screenshot hebben van dat hij de 100.000 is met de all-time high erbij op bitcoinity.org. Nee, maar dat doet hij niet meer op Bitcoin. Ja, dat doet hij wel. Waar? Ik heb die van 80 en 90.000 euro heb ik screenshots van. Maar die nee, maar hij doet het bij mij in ieder geval niet meer. Wacht even. Nee, maar het is nu geen all-time high. Jawel. Tijdens deze aflevering is er een nieuwe all-time high gezet op 99.07, twee uur geleden. Ja, dan was er toen even een all-time high flikkerder. Ik heb het niet gezien. Ja, bij mij zijn nog steeds. Ik kan je de screenshots doorsturen. Ja. Net zoals vroeger was het. Ja, want ik zie het dus niet, want ik zit er ook de hele tijd op te wachten, maar ik zie hem niet. Jongens, ik ga even afsluiten. Dan mogen jullie gewoon verder lullen. Dus beste mensen, nou ja, toedeledoki, hier is de eindtune. Hoppa. Dan mogen jullie gewoon weer verder afkillen. Ik zie het dus niet. Misschien dat ik hem op de live... Nou, kijk je in euro of in dollars? In dollars. Ik heb hem nu op de live... In dollars staat hij nou op 98,39. En de all-time high was iets geleden in 98. Nou ja, 98,40 of zo. Nou, ik zal het volgende vertellen. Ik heb tijdens deze aflevering de nieuwe... straks zitten kijken. Want ik zei tegen jullie, hij gaat nu door de 99 heen. En dat ging hij toen ook. En toen heb ik geen all-time high gezien. En ik heb deze hele run naar boven, heb ik nog geen all-time high gezien op mijn dingen. Misschien dat ik een even andere browser moet gebruiken. Nou ja,